Goedenavond. Ik hoop dat jullie me allemaal kunnen horen. En dat jullie in de tussentijd ook nog gezellig het muziekje horen. Wat vonden jullie van mijn kattenpootjes? Ik vond hem zo fout dat hij erin moest. Hallo allemaal. Leuk dat jullie allemaal weer zitten wachten. Ik zag al vanaf vanmiddag de hele tijd van alles voorbij komen in de chat. Jullie kunnen trouwens live meechatten. Maar je kan alleen maar meechatten als je ook geabonneerd bent op dit kanaal. Dus mocht je het gezellig vinden om vanavond lekker mee te kletsen in de live chat. Abonneer dan eventjes. Dan kan je gezellig meekletsen. Hallo, hey, hallo, goedenavond, hoi, hoi. Ja, oh, oké, okay, top. Wij gaan vanavond een spel met jullie spelen. Dat doen we altijd op dit kanaal. Maar we gaan een ander spel spelen. Dit is namelijk een spel dat wij, ja, ik denk 2 maanden geleden of zo hebben wij dit gespeeld. Ik had toen nog een burn-out, dus dat was nog in de tijd dat we niet streamden. Ik denk trouwens alweer langer, ik denk alweer 3 maanden geleden. Nou, in ieder geval echt toen hij net uitkwam. En toen waren we dit spel aan het spelen en ik vond het zo'n leuk spel dat we toen eigenlijk zoiets hadden van... Jammer dat ik nu eigenlijk niet kan gamestreamen, want dit was heel leuk geweest om dit samen met jullie te doen. Dus toen zeiden Rick en ik eigenlijk vrij snel daarna van nou, dan gaan we hem dan gewoon nog een keer spelen. En dan doen we hem gewoon samen met jullie. Dat is dus vandaag. Dus we gaan vandaag beginnen aan deze game. Rick en ik gaan hem samen spelen. Er zijn heel veel vragen of Rick ook live is. Nee, Rick die gaat in de tussentijd mee live op dit kanaal. Dus je ziet ons zometeen allebei in beeld hier. Dit spel is namelijk zo. Het spel is It Takes Two. Het is een spel waarin mensen gaan scheiden. Dat is ook waarom dit de titel is. Maar iedereen in de chat die helemaal doet... Nee, jullie gaan toch niet scheiden? Nee, we gaan niet uit elkaar. Maar ja, die mensen in het spel wel. Die gaan wel uit elkaar. Dus wij in het spel zometeen wel. En het kindje wil heel graag dat hun ouders weer bij elkaar komen. En uiteindelijk gaan deze 2 mensen een hele journey door samen... om te kijken of ze hun liefde terug... Dus je zal het zometeen wel zien... Ik vind het echt een heel mooi verhaal. En het kwam toen ook echt op het moment dat Rick en ik het samen aan het spelen waren. Het is ook een game die je niet in je eentje kan spelen. Je moet het met z'n tweeën spelen. Je hoeft de game trouwens wel maar 1 keer te kopen. Dus mocht je het spel graag met iemand willen spelen, dan kan je die ander de key geven. En die kan het met je meespelen. Ik heb het hier ook allemaal beneden in de omschrijving van de video staan. Ik heb er zoveel zin in. Nou, Kars, daar ben ik blij om. Wij hebben er ook heel veel zin in. En je haar zit leuk. Thank you. Waar is mijn botox gezicht? Ja, die werkt helaas niet hier. Jammer, hè? Anders had ik... De mensen die me niet volgen op Instagram, die denken wat is mis met haar. Mensen die me wel volgen op Instagram, die snappen hem vast. Oh, ik schrok me dood. Ik dacht dat jullie echt gingen scheiden. Nee hoor, was ik niet van plan. Maar in de game zometeen wel, natuurlijk. Oké, okay, ik zal zomaar overgaan naar de game. We waren ietsjes vroeger, dus ik denk ik wacht nog heel eventjes. Voor alle mensen die wel pas dachten om 7:45 gaat het begin. We waren gewoon vandaag op tijd. Gebeurt ook niet zo vaak, hè? Meestal zijn we te laat als we gaan gamen. Maar we waren gewoon op tijd klaar. We hadden alles vet goed voorbereid vandaag. Jee, ik zie nog heel veel mensen binnenkomen. Mijn hond heeft puppy's ziek voorbij komen, wat superleuk. Nee, ik heb geen cola. Maris heeft cola. Nee, Maris heeft heel gezond water. Maar Maris heeft wel iets anders gehaald. Namelijk... ijsthee. Goed, hè? Ik heb wel een gezonde cola, maar ik vind hem echt minder lekker dan de... doe maar die, ja. Die met die pietje. Doe maar die. Ja, vandaag niet gesponsord, maar wel weer heel lekker. Als je zou willen, zeg maar straks, hou je op z'n... Oh, dat is wel gezellig. Ja, voor de volgende keer inderdaad. Ik zal hem nu gewoon overzetten naar de game. Jullie gezellig mee gaan kijken. Het wordt in ieder geval een game met meer story dan dat jullie gewend zijn. Normaal zijn we natuurlijk altijd heel erg van de survival games of de open wereld games zoals Animal Crossing. Waarin we de hele tijd door kunnen kletsen en eigenlijk voor de rest zelf de game een beetje bij elkaar verzinnen. Dit is wel echt een verhaal. Dus af en toe is er ook gewoon wat verhaal. Dus pak lekker popcorn of M&M's of iets anders dat je lekker vindt. Iets lekkers te drinken. Het wordt een beetje een filmavond waarin wij voor jullie de film gaan spelen. Snap je hem nog? Als je er zin in hebt en je bent nog niet geabonneerd en je hebt zin dus om mee te chatten, vergeet niet om te abonneren. Of ik dit zeg, of dat ik nu mijn toffe nieuwe animatie kan gebruiken. Ja. Hij is leuk, hè? Hey, en mocht je geld willen doneren, mag dat natuurlijk ook altijd. Hé, hey, dat zeg ik nooit. Maar dat denk ik toch eens een keertje gek. Oké, okay, ik ga jullie meenemen naar de game. Dan gaan we beginnen. Even kijken, ik zal hem even aanzetten. En dan gaan we. Zo, kijk. Hey. Dan zien jullie Rick ook. Kijk. Hallo. Ik loop hier een beetje achter. Ik kijk mee natuurlijk. Dus ik zat even niet op te letten. Maar hoi.
Ik ben er ook. Welkom, welkom, welkom. Ik ga even luisteren of je mij goed kunt horen. Ja, jullie horen Rick ook goed, toch? Rick die zit daar. Ik heb niks lekkers. Oh nee, wat erg. Ja, dat is wel dom. Ja, dat altijd is echt altijd als dom. Wij live gaan, moet je iets lekkers meenemen. Ja, ik kreeg ook allemaal berichtjes. Ja, ik ben snel nog naar de winkel geweest. Even nog lekker M&M's gehaald. Wat goed. Dan ben je goed voorbereid. Nou, ik maak vast mijn drinken open. En als jij er klaar voor bent, dan ben ik er ook klaar voor. En dan hoop ik dat jullie er ook klaar voor zijn. Werkt goed. Ah, top. Nou, hele fijne avond. Met film kijken. Ready? Ik ben er klaar voor. Ik hoop dat hij het nog doet. Jawel. Oh. Kijk, oh. Gaat hij beginnen. Dat is meteen wel heel erg snel. En het is meteen actie. Pak even wat te drinken erbij. Hey. How was your day? Great. The toaster broke and Rose refused. Ik zal eventjes luisteren ondertussen of je het een beetje kan verstaan. The dentist. The dentist. Don't tell me you forgot about the dentist appointment. No, I didn't forget. I thought you were taking her tomorrow. No, it was today. I'm working tomorrow. But it's Saturday. I know. I've got to work overtime. What, you have to do that every week? Oh, Cody, I'm not in the mood for this discussion again. Hey, Rose needs both of us, okay? That's not fair. Using her. I'm not using her. I'm just stating a fact. Why don't we just go ahead and tell her that we're divorcing? Oh, just like that? Yeah. May, this isn't any easier for me. Okay? Let's not tell her. Let's stay friends instead. Yes, let's stay friends forever. I love you, Cody. I love you too, May. Okay. Dat is wel een beetje sneu, hè? Ja, toen we de eerste keer dit spel gingen spelen, toen kwamen vriendinnetjes binnen van onze kinderen. En die zeiden, wat zijn jullie aan het spelen? En dan moest ik het uitleggen. En ik ben altijd super goed in uitleggen. Dus toen zei ik, ja, het is een spel waarin ouders gaan scheiden. En nou, gezellig spel. Ja, het is ook wel een beetje sad. Maar goed, hè? Het verhaal is wel heel mooi. Ik zit trouwens te denken van, we zijn natuurlijk tijdens die cutscene zijn we heel stil. Is dat... Ja, maar anders hoor je het verhaal niet. Dus dan kunnen jullie intussen wel even goed het verhaal horen. Maar is nu moet ik huilen, zegt Annelien. Oh nee. Nee, het komt goed. Wij gaan dit fixen, goed? We gaan ons best doen. Het einde verklappen van het spel. Ik zeg niks. Je zegt het komt goed. Ja, omdat wij het gaan proberen te fixen. Oké. Okay. Kijk ze nou, ze zijn ook zo zielig. Ja. Hey, honey. Can I just... Take Elephant a sec. All right. Rose, honey, you know we love you, right? Yeah. And sometimes that means that we have to do stuff that isn't always very fun. What we're trying to say, darling, is that, well, Mum and Dad, we've decided to go our separate ways. Okay. Can I go and play in my room? Yeah, of course. Sorry. Sad times. Sad times. Dat is sowieso huilen bij deze. Dan weten jullie het vast. Ik leg mijn controle even weg, want volgens mij duurt het echt nog 10 minuten voordat het... Nee. Hij begint bijna. Arm kind. Ja, het is wel lief. Wacht, ik ben zo terug. Ze doet ons heel erg denken aan ons oude buurmeisje. Dr. Hakim, you have to help me now. They have to stay together. Look, it says here, love is work, see? You have to work on it. You can't just give up. Mom, Dad, I wish you could be friends again. Zo, ik heb hem ietsje harder gezet. Oh, top.
Ja, sad times. En je hebt gelijk, Annelien, dat zijn inderdaad een soort voodoo poppen van de ouders. What have you done? What? What? Why do you always blame me? Huh? Yes. Why do you always blame him? Thank you. Oh, oh! What is that? A book. I'm Dr. Haki, worldwide bestseller and an expert on love. Your daughter purchased me. She was lucky. I was the last copy because I was selling the best. I've helped millions of couples, and now I will help you two to get together again. Oh, this is definitely a nightmare. Yeah. I need to wake up. No! No! Oh! Oh, May! Gewoon meteen, hè? May! Oh! Oh! Oh, you're back! Oh, you... my God. You can't wake up here. Exactly. Oh, okay, Mr. Book. So, how do you wake up? Cody, May, you're here to fix your relationship. We just fixed it. Yeah, yeah. We're, divorcing. It's all good. No! I will help you fix your relationship. Chapter one! Fix your relationship! Plus, I promise your daughter to fix your marriage. See, love is like a mountain. Oh, like look, a river. May, May, it's Rose. Flowers growing in the grass. Come on, let's get to her. She must know what's going on. Butterflies floating. Ignore the book. Ja, dat boek dat gaat ons wel eventjes helpen om weer bij elkaar te komen. Oké. Nou, ik denk dat iedereen nu weet waar de game over gaat. Het scheelt ons weer een heleboel uit. Ja, toch? Ja, ik zie wel een paar mensen die wat meer moeite hebben met Engels. How do we get up to her? Ik denk dat je het qua beeld op zich redelijk begrijpt. We're tiny. Well, maar ze zijn dus nu van die kleine voedoepoppetjes veranderd, zoals Annelien het noemt. En ja, dat boek zegt, wij gaan je wel helpen om weer terug bij elkaar te komen. Want ze gaan dus scheiden. Maar ja, dat wil dat meisje natuurlijk niet. Maar ja, zij weten nu niet wat er gebeurt. Ze weten in ieder geval dat ze klein zijn en veranderd zijn in kleine poppetjes. En wij... Ah! Oeps, sorry. Ik was even nog aan het uitleggen. Wij zitten hier nu. Maar kijk, we zien onze dochter daar zo boven staan. Dus we gaan kijken of we onszelf kunnen fixen door naar haar toe te gaan. Hey, kijk. Maar de game is mooi, hè? We waren het even stil, anders kan je het verhaal niet echt volgen. Maar heel veel mensen zeggen, ik vind het nu al een mooie game. Ja, het is echt een heel mooi spel. Het is echt een heel mooi spel. Ja. Het verhaal is mooi. Ja. Zo, die is de hele tijd stil. We can't lower that staircase without those fuses. But those fuses? They just ran away. I mean, did you see them on their little... Fuse legs? Oh, worry about that later. Let's just bring them back. Oké. Okay. In het begin is het natuurlijk allemaal nog een beetje gewoon makkelijk. Nee? En eventjes my body feels weird. Even wennen aan het spel. You're made of clay. Keep your eyes on the fuses. We moeten er nog eentje aan. Ja, hij zit daarboven. Don't you feel weird? I mean, you're made of wood? It's stiff. Ik vind het zo mooi hoe jouw poppetje er ook uitziet. Haha, kijk deze cirkel aan. Alright. Moeten we het duwen? Oh, dat kan niet. Ja, ik heb het glas gesloopt. Oké. Kijk jou gaan dan, heb je haast? Nee, maar er stond dat ik dat moest doen. Zo snel. Oh, get back here! Ah, nee, ik heb het echt niet gehaald. Waar ben je? Nee. Oh, je bent weer daar. Ja, ik dacht dat ik precies haalde, maar mijn double jump was te vroeg, denk ik. Maar zoals je nu ook al ziet, je moet echt alles samen doen. Yep. Dus je kunt het spel ook niet in je eentje doen.
Nee, je moet het spel echt samen spelen. En het spel heet It Takes Two. Ouch! Back! Het is over de PlayStation trouwens. Daar hebben wij hem eerst op gespeeld. We spelen hem nu op de PC. Is het niet ook op de Switch en zo? Ja, weet ik eigenlijk niet. Ik weet in ieder geval op de PlayStation. Wat we hier? Ja. Sorry, ik was niet zo snel. Oh. Moeten we er even kijken hoor? Ik ben erop. Hey, je moet er aanhangen. En gewoon hangen. Ja, oh, sorry. Ja. Oh ja, 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 kom maar aan. Yes, daar ben ik. Deze hufter? Ja, hij is echt vet snel. Oeh. Oeh. Ik wilde er al langs. Nee, 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 nee. Oeh, ik kom hier bijna in die zaag. Pas op, aan de andere kant zit een zaag. Oh ja, nee, ging goed. Double jump. En ja, dash. Hoor. Ik haalde het natuurlijk weer niet hoor. Oké, okay, double jump. Beeld. Ja, ik ben er. En haalde jij het nu niet? Ja, tuurlijk wel. Oh wel. Zal ik deze Maybe die kant op doen? Maybe that container can help. Ja, is goed, doe maar. Wacht, zijn jullie gescheiden? Nee. Ja, nu wel eventjes in de game. Of we willen gaan scheiden, hè? Ja, we zijn dat, nog is, niet gescheiden. Dat is het plan inderdaad, dat we ze gaan scheiden. We gaan scheiden. Maar in het echt natuurlijk niet. Gaat hij weer, hè? Waar gaat hij toch helemaal heen? Oké. Okay. Kijk, volgens mij... Die kunnen we er niet op. Wow! Kijk. I think these powers up the soul. Yeah. Yeah, nice. Let's check it out. Maar... Oh. Na mijn uitgebreide onderzoek, zegt Annelien, blijkt het spel niet op de Switch te kunnen en ook niet te komen. Dank je. Dank je, Annelien. Wat fijn. Maar wel op de PlayStation dus. Oké. Maar ik snap het. Je hulp nodig hier. Ik snap het ook wel. Wow. Het is best wel een moeilijk, grafisch moeilijk spel. Hey. We hebben hem hoor. Hij geeft het op. Hey May, ja, blijkbaar. Did you see my flip? Let's do it again. Oh, we're not here to do flips. Oh no, you're right. Wel handig dat we dan precies hier zijn uitgekomen waar we vandaan kwamen. En dat hij dan volgens mij precies de flip Kijk, hij wilde er wel naartoe. Waar hij moest zijn. Hij wilde er gewoon heen. Nou, zullen we maar weer... Ja, hang hem maar. Oh, perfect. Let's go. Kijk. Hij zag goed als kleine voedepoppetjes. Ja, oh nee, daar is hij weer. Ik heb nu al een hekel aan het boek. Damn fuses. May, there she is. Rose. Oh. Rose, darling. Hello. Hello, here I am again. Get out of the way, you stupid book. Yeah, get out of the way. I need to go and talk to my daughter. Just your daughter? Oh, you talk like you own her. Ask yourself. Can you really own the people you love? You just let us through? Come on! I will! But first, there's someone I want you to meet. Cha-cha-cha-cha-cha-cha. Ta-da! Oh! What the hell oh, is that? Oh, no, not that thing. Why do I recognize your voice? Me? Oh, what? No. we've never met. Sorry. Looks a bit like a vacuum cleaner. Oh, yeah. Because it is your vacuum cleaner! Yo, vacuum! ¿Qué pasa? You know who this guy is? Let me tell you, this is Cody. You know, the guy who suck up all kinds of crap in your stomach. Oh, no, that's... That's you! You ruined my bowels with all that crap! Crap? What? I was just sucking up dust, that was it? Just... Daarom hebben wij een Dyson. Ja. Oh, gastvrouw. Jongens. Oh, look, there it is. You call that dust? Well, I mean, you know, some of it, it's... Wel zo slecht, hè, batterij opzuigen. It was your fault. Oh. And you promised to you fix me. Thank you. Mm-hmm. Instead, you put me away for life in here. Yep. Ze zou maar zulke tools hebben. Ja. Alles die tegenwerkt. Oh, kijk ook hoe lelijk die is. Ik snap wel dat hij in de schuur moet staan.
You want to get back to Rose? Yes. You want to talk to your daughter? Yes. Then you need to climb the vacuum together. Oh, come on. Oh, kijk hoe lelijk die is. Waarom heeft hij ook twee slangen eigenlijk? You must learn collaboration. That's not our strong point. Aha! You know, collaboration is the key to a successful relationship. Huh? Collaboration. You understand? Now, I'll see you later. Hasta la vista. Good luck. All right, bye-bye now. Crazy book. This would never have happened if you hadn't broken it. Oh, yeah? Well, this would never have happened if you had fixed it like you promised. Well, I didn't know we'd end up in a place where our vacuum cleaner's alive. Well, now we are. Maybe we're stuck here forever. Forever? No way. We're getting a divorce. Yeah, I know we're getting a divorce, but we can't do that unless we get back into our real bodies. Okay. Let's climb that damn vacuum cleaner. We gaan ervoor. Ze gaan die hele aardige vacuum cleaner. Ik weet het niet hoor. Als ik zo naar hem kijk, hij ziet er best wel scary uit. Oh, hij ziet er heel scary uit. Maar inderdaad, waarom heeft hij twee slangen? Goeie vraag. Are very important to some people, okay? Here we go. Forget about the book. Let's get to Rose. Oh, oh, ik zat even niet op te letten. Zo. Nu lukt het wel. Waar ga ik heen? Oké. Oh nee, 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 oh nee, oh ja, jij moet die dingen gaan besturen. Yep. Oh, jij zit er al op? Ja, komt er maar. Oké. Okay. Oh, sorry, sorry, ik wist niet dat je er al in zat. Oké, okay. Ja, oh, vloek, nee, maar hij zuigt er gewoon in. Oké, okay, thank you, thank you, thank you. Moet ik op deze knop springen? Ik denk het, dan, ik hoop dat hij dan omdraait deze. Komt ie. Ja, ja hoor, nice. Gelukt. Oké, okay, kom. Wat is die, oh, ja, wat is hoor, die groene derry? Weer precies in die groene derry ik. Wat is het? Je weet het niet. Jij zou de schuur opruimen. Oh ja. Oh, nou, ik voel hem al aankomen hoor. Dat wordt echt scheiden aan het einde van dit spel. Nee. Oh. Oeh. Nee, 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 ik sprong te laat. Wacht. Ik wacht wel eventjes. Wacht, wacht, wacht. Kom eraan. Hoppa. Ik dacht, laat ik een keer lezen wat er staat. Maar het was gewoon jump, jump, dash. Niks spannends. Maar daardoor sprong ik te laat. Oké. Oké. Hou jij hem omhoog? Oh, dit is de verkeerde kant. Ja, dit... Dat denk ik ook. Tenzij we hier... weer hier naar boven. Nee, dat... Nee, oké, okay, nee. Moeten we hier naar boven? Oh, oké. Okay. Ik kan, ja. Ik kan hem hier doen, dat je daar kan komen. Misschien dat daar een geheim iets zit. Daar zijn we vorige keer niet heen gegaan. Oké, okay. Ik kom er dan nu aan, ja? Nope. Nee, okay. Oh, maar ik ben niet in de ellende gevallen. Doe maar daar maar gewoon okay, heen. Oké, ja, ik doe hem gewoon daar. Doe het. Oh ja, sorry, ik was er niet zo ver. Oh, ik... Oh. Nu ben ik zo ver. Oké, okay, kom maar aan. Viel ik alsnog in de ellende. Oh, het hoort gewoon wel bij het spel. Toch, hij is er nu omgedraaid, toch? The current has reversed. Ja. Dat zit ik helemaal moeilijk te doen. Ja, ik schiet je wel daarheen, Ja, weet, oh, ik ga er al in, Ja, geef niet, ik had hem al. Oké, ik ben er. Ik ga weer op deze knop. Ja, maar je moet je voorstellen dat dit je schuur is, hè? Wie schuur ziet er zo uit? Oh-oh. Ik ga er ook in. Ik ben al onderweg. Tuurlijk. Wacht vooral op mij. Dat was kind of fun, eigenlijk. Oké. Not bad. Doe jij deze? In you go. Just keep holding that door. Ja, moet ik hem loslaten als je er doorheen gaat? Nee. Kijk. Ja, laat me los. Kijk, nu kun je er gewoon door. Ik heb hem weggehaald. Oh ja. Thanks. Oké. Okay. Ik hou dit vast. Ik weet niet oh, waarom. Wacht. Je moet even de eentje moet deze vasthouden. Ja, doe ik. En dan op die knop? Ja.
Ik hou hem vast. Auw! Nou, naar de volgende, hè? Ja, ik wil niet toe. Te laat. Te laat. Oh, dat scheelde echt vet weinig. Oké, ik zal meer dashen, want dan ben ik er sneller. Oké. Hoppa. Kijk, ik kan hem niet eerder loslaten dan nu. Kijk, ik kan hem pas loslaten als hij bij jou is. Netjes. Nice. Netjes gedaan. Totally worth some electrocution. Let's go. Ik bedoel, kijk onze schuur. Ik weet dat we nodig moeten opruimen hoor, maar hoezo val ik ernaast? Waarom ik ook? Oh, zo slecht. Ik ben niet de enige. Met je emen? Ja, nu gaat het goed. Ik dacht dat er iets te makkelijk over, denk ik. Ja. Yeah. Right, let's go. Oké, kom. Hop. Precies tegelijkertijd. Dit is mijn lievelingsgedeelte. Ja? Hallo. Dit doe je altijd als je in de schuur bent? Ja. Bij ons in de schuur ook. Dat komt omdat jij zo klein bent natuurlijk. Hey. Ik ga al zonder jou. Nou, nee. Wacht op mij. Ik ben lief. Waar zitten we in? En hoezo weet jij de weg hier zo goed? Ja, ik doe maar wat, hè. Let's time your jumps. Oeh. Ja hoor. Diepte inschat. Oh, ik stond erop, hè. En toen ging ik weer springen. Dat moet je niet doen. Als je erop staat, gewoon van de knop afblijven. Oké. Van de knop af. Yeah, ik ben aan de overkant. Goed gedaan. Ik ook. Oké. Dat ziet er mooi uit, dat licht. Ja, inderdaad. Heb je hulp nodig? Nee, maar jij moet er eerst nog aan zitten, denk ik. Wacht, ik doe hem even terug. Ja, wacht, er zijn er meer, hoor. Er zijn er drie. Oh, ik dacht, ik doe hem netjes terug. Okay. Oh, oepsie! Nee. Hou je vast. Ja, komt er maar. Oké. Ja? Hatsa, no problem. Maar hoe kom ik nu aan de overkant dan? Er zit hier iets. Ik kan hier wel op drukken, denk ik. Yep, kijk. Oh, dan gaat hij uit zichzelf. Oh ja, dan moet je dat gewoon even zelf doen. Oké. Ja, joh, gewoon geen zorgen. Hoppa. Ben ik. Made it over. Goed gedaan. Yeah, let's keep moving. Oh, whoa. We're getting closer to the top. Oké, ik had even niet verwacht dat hij zo zou beuken. No problem. Wat gebeurt er? Oh, ik draai deze dingen om. Oké, wacht. Zeg jij Ja. En go. Dat scheelde niet veel. En go. Ja hoor, goed gedaan. Je doet het met vierkantje, doe je gewoon dash naar de volgende. Oh, want ik moet het ook doen? Ja. Jij moet zeggen wanneer je gaat. 1, 2, go. Oh, nice. 1, 2, go. Nice. Lekker. Geen probleem. Jij reageert sneller dan dat ik het doe. Ik zeg niks. Bij mij heeft mijn brein altijd even tijd nodig om de informatie te verwerken. Bij jou gaat het 1, 2, instructie. Heb ik zin om dit op te volgen? Nee. Joehoe. Laat ik me sterven of red ik hem? Nou, doe toch maar dan. Hé, hey, moeten hier weer van die dingen in? Ik weet niet. Het lijkt erop van niet. Of moest jij die ooit nog maken? Lag die daarom nog steeds in de schuur? In dit spel ben jij degene die alles moet maken. En, oh ja, niet dat ik. Was ook zo, ja. Oké. Moet ik eerst aan die knop? Nee, wacht, laat mij hem doen. Hoodie, get inside! Please be gentle. Moet je daar erin? Hij ging net naar beneden. Nog een keer. Ga erin. Ik hou hem nu goed omhoog. Nope. Oh, net aan. Oh, hij gaat automatisch weer een beetje naar beneden. Je moet hem ook inhouden. Ja, ik dacht dat ik dat deed. En, volgens mij kun je of nu gewoon erop springen. Ja. Oh, dit is nu vliegen. Ja, oké. Ik ben er.
Dat hout, joh. Dat lijkt net echt hout. Kijk nou. Ja, het ziet er wel mooi uit. Het ziet er echt heel mooi en uit. En dit van dat pur? Dat pur? Denk, oh ja. Denk het. Denk het. Ziet er heel mooi uit. Oké. Goed. Hè? Ja. Dat had hij niet met zijn buik daar hoeven doen, wat mij betreft. Hoe doet ze het bij mij dan? Goh, oh, kijk, jij trapt hem gewoon heel stoer. Ik doe het met mijn bolle buik. Maar goed, daar hebben we het maar niet over. Nee. Oké, okay, let's go. Hé! Hey. Kijk, hier zit zo'n stakker. Zag je dat? Ja, hadden we daar niet vorige keer ook... Waren we daar niet vorige keer ook heel veel mee bezig en wisten we niet wat we ermee moesten? Ah, nee, oeh, ah, oeh. Je kan er niks mee, toch? Ik denk het niet, nee. Maar misschien wel, maar wij weten niet hoe. Nee, wij weten niet hoe. En voordat we hier een half uur mee zitten te rommelen, misschien een idee om gewoon verder te gaan. We zijn bijna bij de stofzuiger. Dit is de stofzuiger, toch? Nee, ik weet niet. Nog niet, toch? Nee, is het hem nog niet? Niet vergeten te sturen. Ik stuur zoveel ze kan. Kijk, daar is hij, links. Oh ja, ik zie hem, jij de engert. Oh, oh nee, oh, oh. Dat zag er niet best uit. Hij ging bij mij wel heel enthousiast door. Wat doe ik? Waarom val ik? Ik wacht wel even. Ja, ja, nee. Ik ben er. Oké, ga jij naar rechts en dan gooi ik die schakelaar weer om. Ja, 1, 2, go. Ja, ik ben er. Even kijken hoor, waar ben jij? Daar zo. Ik heb hier een slang. Yep. Maar, ja. Nu moet je mikken op dat ronde dingetje. Ja, die moet ronddraaien. Naar links. Yes. Naar beneden. Oh, dat ding. Yes. Oh. Kijk, ik moet op dat ding staan. Ja. Oh, stop! Ja, sorry. Ik ben niet zo heel goed in de besturing. Heb je nog een plasticje? Ah, oké. Okay. Wacht, wacht, wacht. Nu kan je erop. Nou draait hij niet meer. Ga erop. Pas als je erop staat, ga ik hem draaien. Ja? Ja? Ja, ik denk het. Ja? Ja, no problem. Ja, ja, goed ja, gedaan. Dank je. Oh, oké. Okay. Mijn stofzuiger is niet mijn beste skill. Oh, jongens, stofzuiger is moeilijk. Ja, maar dit is reverse stofzuigen, hè? Ja, oh, vandaar dat ik het moeilijk vind. Wat is dat? Nou, dat zal ik je laten zien. Het is een noos. Oh, ah, oké. Okay. Ja, yeah, I get it. Oké, okay, ga erop. Okay. Ik weet hoe ik dit moet doen. Oké. Okay. Nou, kom ik hoor, sta je er klaar voor? Ja, go. Hoppa, okay. Niks teamwork, aan de hand. Teamwork. Maar nu, wat nu? Ja, goed. Oh, jij kan nu daar erin. Oké, okay, ik ga ja, ook maar gewoon hier. Ja, ik ga nu reverse. Oh, ik kom helemaal hier al uit, joh. Ik ben al vet ver. Yes. Ik heb knopjes gezet voor je. Dus ik denk dat hij nu andersom is. Of ben jij al heel ergens anders heen? Nee, ik moet mikken op die gast. Kijk, als het goed is, als jij iets erin gooit, of iets opzuigt van die knikkers, of die, wat zijn dat, kralen, dan moet ik ze hier in die zak schieten. Niet jezelf. Ja, sorry, dat ging per ongeluk. Ik zit namelijk te kijken hoe ik die... Nee. Hoe ik die knikkers er dan in kan doen. Je kan op die zak, op die slang gaan zitten, toch? En oh dan besturen. Ja, natuurlijk. Oh, dat is een stuk handiger. Hoppa. Ze komen er bij mij wel meteen weer uit. Is dat op doel? Nee, dat zijn er meer. We hebben er gewoon heel veel nodig. Kijk, okay, ik heb ze dus allemaal... Dus ik blijf ze gewoon opzuigen voor je. Dan volgens mij is het al genoeg, hoor. Maar kun je er al op springen. Oh, nee. Ik ga er zelf weer in, hoor. Komt-ie! Woehoe! Ja, bro. Ik ben er weer in gegaan, want hij zit hier op gericht. Zal ik proberen erop te springen? Ja, dat moet wel lukken, toch? Yes. Oké, ik ga hier naartoe. Oké. Talk about dead weight! Zit jij aan de andere kant te duwen? Ja, natuurlijk. Ah, nice. Hé, hey, dat deden ze soepel. Kijk, ja, dat, ik wou net zeggen, dat ging soepel, hè? Oh, nee. Heb je die hufter?
You destroyed my digestion! And you put me away to rot in here! Now you will both die! No, wait! I can still fix you. I can make you work again. No more lies! Oh, no, no, no! She's right! She's an engineer! A really good one! You are, you're very good. Ha! Hey, vacuum! Heb je nummer? Are you gonna believe that, huh? Because I would not! Don't listen to him! Once I get my real body back, I can fix you! Oh, is that so? Then why did you buy the expensive Turbo X2000, huh? Hey! What? You've replaced me with the Turbo X2000! A pretentious French vacuum who can't even suck properly! Dit is onze stofzuiger die op zolder ligt. Die is ook vervangen. We gaan hem heel snel wegdoen na vandaag. Door een luxe. Oké. Die stofzuiger gaan we heel snel naar het grofvel brengen. Ik zit echt te denken. Hoe was het ook weer? Oh ja, ik weet het alweer. Ja, we gingen die dingen opzuigen. Yep. Toch? Ja. Wacht, ik ga hier op. Ik ga ze opzuigen. Ja, ik zuig ze nu op. Nice. Hoppa. Nice. Alles in zijn gezicht. Oh nee, au. Oké, ik spring over deze dingen heen. Echt jongens, als je een oude stofzuiger hebt, doe dat ding weg. Als je iets bewaart, nooit in de schuur. Niet bewaren op zolder. Oh nee, Oh wacht, blijf leven. Ik doe niks. Zal ik ze opzuigen nu of? Ja, nee, ik doe het wel. Oh, oké. Yo, rustig. Je moet wachten tot ik er zit. Ja, er was er maar eentje, maar die andere kon ik niet bij. Sorry, ik zal wachten. Wat is dit? Wat heb je allemaal opgezogen met die stofzuiger? Ja, weet ik veel. Goed. Het ziet er niet best uit. No. Oh nee. Kijk, ik ga vast klaarstaan. Suck on this. Oh nee, niet toch allemaal hier, niet allemaal hier. Dat is wel irritant. Ik kan er hier maar drie opzuigen. Ik heb ze opgezogen. Bam. In zijn neus. Oh, jeetje, zo snel. Ja, en ik kreeg nog zo'n... Oh my god, man. Ik kreeg ook zo'n steen op mijn hoofd. Of wat is het? Een stofbal. Nou, dit is niet een stofbal hoor. Ja, ik weet niet hoe... Ja? Ja oké, okay, nice. Ja, ik heb heel verdeling. Ja, doe maar. Die werkt goed. Ik ga ze opzuigen hoor. Ja, eet je dit. Ik heb er niet meer. Ik word er niet bij. Oh nee, die stomme. Oh, hij raakte me gewoon met zijn steen in de lucht. Nee, oh, mij ook. Je moet even blijven leven hoor. Nee! Oké. Okay. Dit kunnen we beter. Oké, okay. Ja? Helemaal opnieuw. Dit kunnen we beter. Oké, lekker veel. Ik zou wacht, stop! Ik wacht. Je moet daar niet in gaan. Ja, joh. Oké, wacht. Ja, ik ben er. Oké, ik zuig. Ja. Kijk, als je nou altijd zo goed samen zou werken, dan zouden we niet gaan scheiden. zeg. Hallo. Ligt niet alleen maar aan mij, hè? Jij zuigt allemaal enge dingen op. Dat is dit. Brandende gravity flesjes, liefje. Kom op. Die moet je gewoon netjes uit het profiel brengen. Ik zuig. Ja. Ik kan er net bij je wel. Ik heb hem. Ja, meer is er niet. Dat is... Oh. Wat zijn toch deze dingen? Vaccinelichtjes? Nee, ja, ik weet het niet. Vuurwerk. Komt wel heel hard, maar... Ik zuig al dat vuurwerk op na oud en nieuw. Zo ruim jij dat dus op. Nou, ik weet het. Zo, weg met jou. Oké, wacht, als we een beetje hier gaan staan, dan gooit hij die dingen misschien ook meer hier. Hé. Wat een slimmerd. Oh nee, wacht, dat ben ik. Oh, ik had je bijna in zijn mond geschoten. Nee. No, thank you. Oké, meer is er niet. Er is veel meer. Ja, maar daar kan hij niet bij. Oh, okay. Ze moeten zo meteen echt op in de cirkel gaan staan als hij die troep gooit. Oh, we zijn nu voorbij de helft. Hier waren we net ook. Ja, ik probeer die stenen te... Hier, wacht, ga een beetje hier. Ja, nice. Oké, ik ben er klaar voor.
I'm ready when you are. Ja, kom maar. Oh, oh. Nice. Hey, no. Lekker. Oh, kom, 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 kom. Hey, he stopped. Yeah. Time to finish this. Daar ga je ogen. Knopjes rammen. In je ogen. Oh, dit is wel echt heel naar. Nou, die stofzuiger is ook echt heel naar. Ja, dat is wel een beetje verdiende loon. Mensen zeggen, volgens mij zijn het ontploffende punaises. Ja, oh ja. Dat klinkt beter dan vaccinelichtjes. Ja, dat klinkt logischer. She must know something. I mean, she made these dolls. She made these? Yeah. Well, why did she make them look like us? I don't know. Why didn't you tell me about them? Het is wel mooi gemaakt dan. She's a kid. She plays with all kinds of stuff. Yeah, I suppose so. Well, come on, let's find her. Ze die poppetjes zelf heeft gemaakt. Wel mooi gemaakt dan. Ja. Oh, rondje. Rondje. Ja. Ik zat er weer vierkantje driehoekje te springen. Alle knopjes behalve de goeie. We hebben de stofzuiger overleefd, maar wacht maar totdat je straks de gereedschapskist ziet. Dat is echt de gereedschapskist from hell. Dat is echt de ergste. Ja, maar dat is het grappige, want dit soort spelletjes zien er vrij eenvoudig uit. Maar het wordt vrij snel echt moeilijker. Ja. Het is wel echt een uitdaging, zeg maar. Het is niet per se een kinderspel, zeg maar. Zijn jullie aan het vechten tegen de stofzuiger? Dat is raar. Nee, dat we zo klein zijn is niet raar. She can't hear us. Inderdaad. Oh no. How are we gonna get over there now? I can help. What? Who was that? Who was it? I don't know. Over here. Look. I know the way. Come on. I'll take you there if you help me save my friends. Oh yeah. My friends. My tool friends. We used to be important and taken care of, but that human locked us up in her toolbox and left. You mean May's toolbox? Yes, yes! That heartless woman. Do you know her? Well, No, he doesn't. Anyway, I heard that heartless snitches woman get got stitches. A new job in town and doesn't have time for our hobbies anymore. Who cares about hobbies? Do you know how painful it is to die from rust? It's like burning alive. Hij heeft wel lieve oogjes. Ja, een schattig sneutje inderdaad. Look, Hammer. There's some rust remover spray in that tool cabinet. We can help save your friends, but only if you can get us to Rose over there. Okay, it's a deal. Pick me up. Okay. Now, go to that big door over there. Pull that nail out. We're gonna need it. Okay, here goes. Go! Zo, bijna tegen mijn hoofd, dankjewel. Just whistle. Even kan uitkijken really? Volgende keer misschien. Misschien was het wel de bedoeling dat ik je zou raken. We got a flying nail and a talking hammer. Let's go. Special abilities. Ja, dit vind ik zo tof. Dat zijn van die Lego dingetjes. Is dat zo? Ja, dat zijn... Kijk, kan je, misschien dat je het bij mij net kan zien. Kijk, zie je? Dat zijn van die Lego... Lego dingetjes waar je die zwarte technic blokjes in doet. Dat is echt jouw schuur dan. Uh-oh, sorry. Oh, wat doe je? Oké. Je dacht, die stofzuiger heeft nou niet genoeg van die brandende dingen gestuurd? Moeten we niet hier gewoon langs? Oké, dat is niet de bedoeling. Ik ruim meteen voor de schuur. Oh, hier ligt ook nog meer glas. Ik ruim de schuur op, zegt ze dan. Ik weet het niet hoor. Opgeruimd. Kijk, volgens mij. Nee, wacht. Oh! Oh! Oké, dat was misschien niet heel handig. Ik blijf wel hier op het dit staan. Ja? Ben je er klaar voor? Ja, doe maar. Komt-ie. Oh, de verkeerde. Sorry. Nee, is niet erg. Doe hem nog een keer. Ready? Ja, kom maar. Go. Hoppa, vast hoor. Oh, vast is vast. Lekker bezig, lekker bezig. Hey, maybe we can swing off that nail. Steady now. Ja hoor, werkt. Sweet move. Hoppa, even opgeruimd. Kijk hoe erg het opgeruimd is. Het is gewoon weg. Kijk. Speciaal voor jou. Yes. Ik
Oh, ik heb hem al teruggehaald. Sorry. Dat is niet erg. Ik kwam net niet ver genoeg. Nee, wel. Ik kan ook deze laten ontploffen. Ik maak al het glas kapot. Ik moest het oude glas nog wegbrengen, net als in het echt. Ja, dat hoeft nu niet meer. Maar, Oh, jij haalt het zelfs om tot daar, joh. Ja, joh. Oh, nee. Nee, jij alleen niet. Echt super knap. Oké, ja, het is wel gelukt. There's another nail. Let's go get it. Yoohoo! Still over here. Oké, ik heb hier, ik heb er nog één voor je. Hey, ik heb er twee. Ja. Ik denk dat ik hier op moet rammen. Sweet! For ammunition. Oh, oké. Ik ram wel even door. Kom. Ja. Gelukt. Nice. Oh, oké, dan gaan ze naar boven. Ik denk dat jij er dan op moet. Oké. Doe maar. En dan de volgende? Ja? Oké, ja, ik. Ik was niet snel genoeg. Nou ja, volgens mij moet ik gewoon hier erop dan. Lijkt mij. Ja, dat denk ik ook. Maar hoe kom ik nu boven? Nou, later. Oh. Nee, niet mij achterlaten. Misschien dat ik ze ergens kan vastzetten. Ja, doe maar. Ram er maar op. Ja, kijk. Ja, hoppa. Dat is het inderdaad. Oké, de volgende. Moet gewoon niet zo egoïstisch zijn. Nee, is niet erg. Oké. Nou, dit is niet al te moeilijk als het goed is. Nee, maar het is wel gezellig als ze samen kunnen, inderdaad. Ja, ik kon er hier ook niet door, hoor. Dus ik had je wel nodig. Nee! Kijk maar. Oh ja, al het glas. Ik zat al het glas nog opruimen. Oh, in mijn ogen. Ik ben heel lang niet naar de glasbak geweest. Oké, stuk. Hé, hey, deze lamp staat al lang aan. Die batterijen gaan lang mee. Ik krijg hem niet kapot. Hij is niet kapot. Oh, oh ja, toch wel. Oh, ik heb hem gesloopt. Hij is niet meer aan, hoor. Oeh, hij staat nu wel te branden hier. Nou, gewoon... Hier, ik heb je nodig. Ja, laten we maar gaan. Hij moet open. Niet te lang over nadenken. Oh, nee. There are no relationships without challenges. Challenges make you grow. What is it with you? Can't you just leave us alone? When you're willing to face a challenge, you always learn something new. So, remember, when you hear this sound... Follow it! Keep following it! And you will find the challenge you seek! Yeah! Kijk hoeveel zin ze erin hebben. Welcome to your first bubbles challenge! Win or lose, you must do it together! Okay. Alright, you want to give it a try? We haven't got time for this. Oh, you were afraid. Hey, nobody got time for that. Me? No way! Bring it on! Oh, well, I'm gonna bring it. Okay. Nou. Ja, jij gaat erin. Ik ga op je hoofd rammen. Oh, laat me je pakken. Waarom ben je zo snel? Had ik je niet. Nee, je sloeg mis. Ja! Ik heb het al vet vaak goed gedaan. Je moest nog op ready drukken. Watch your head, Cody. Oh, you won't beat me. I'm faster. Kijk, daarom had ik je niet. My hammer's faster than that. Oeh, zo had ik je niet. Ik was gewoon te snel. Oh, ik ja, moet... hoor, ik heb je. Oh, maar ik moet vet lang erbij staan, joh. Dat is echt niet eerlijk. Ja, omdat ik je nu heb, is het niet eerlijk. Nee, maar kijk. Oh, man. Dit is niet te winnen voor mij. Kijk, dit is niet lang genoeg, hè? Doe eens even kijk, niet slaan. Moet je kijken ja, hoe lang... Doe eens even nee, maar slaan. Luister, kijk. Je hoeft nu maar twee keer te raken. Kijk. Eén. Je mist. Ik moet echt super lang... Nee, maar kijk, zie. Nu doe je het anders. Peek-a-boo. En nu krijg jij punten als ik missla. Ja, maar. Ah, oeh, die zag er pijnlijk uit, trouwens. Oei, oei, oei. Maar goed gedaan. Thank you, thank you. Ik vind dit spel niet leuk. Thank you. Oeh, ah, oeh. Ging er bijna af. Ah, the sweet sound of machinery. There's nothing better. Daar niet op slaan, toch? Oh, 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 ik ben ernaast gevallen. Ik zag het niet goed. Doordat de camera's gingen draaien. Oh.
Of ik keek op jouw scherm, dat kan ook. Kijk, ik weet eigenlijk niet. Oké. Nu gaat ze in ieder geval... Oké, gaan we dit weer doen. Hold on tight! Maar nu zit ik achterom. Gaat dat goed? Maar dat kan ik. Ja, ik kan dat. Oké. Even kijken, want... Ik denk dat ik jou zo naar de overkant krijg. There's another machine in the way here, Cody. Oh. Hey, kom maar. Je gaat vet hoog als ik dat ding doe. Hoppa. Ja? Yep, let's go. Moet je die spijk wel aan zeggen? Moet je die nog mee terug? Oh. Meestal heeft hij... Ik wilde net zeggen, kijk jou handig zijn met deze dingen, maar... Ja, maar weet je wat het is? Normaal gesproken heeft hij auto-aim. Maar af en toe doet hij dat niet. Waar gaan we heen? Hier? Kan ook hier naartoe? Maar ik weet niet waar we dan heen gaan. Nou, kijk, ik kan sowieso zo'n ding voor je daar doen. Oké, dan ga ik daar langs. Nee, of niet. Ik ga heel eventjes de afgrond in. Wacht, ik probeer het nog een keer. Ik heb het. Goed bezig. Dit klinkt redelijk heftig. Waarom hebben we dit in onze schuur? Ja, dat is een goede vraag. Dan weet je het toch gewoon. Oké, dat is dus niet hoe het moet. Oké. Cody, don't screw this up. Yeah, just get to jumping. Oké, hoe ga ik dit doen? Want als ik er nu in ga, ga ik sowieso geraakt worden. Kijk maar, wordt vet geplet door dat ding. Dus jij moet iets doen, denk ik. Kan het er niet zo zijn dat ik hoef nog niks met die spijker te doen? Dat is pas een verdieping hoger. Oh ja, natuurlijk moet ik iets doen. Kijk. Kijk. Oké. Nee. Oké, dat is mijn schuld. Ik kwam net niet ver genoeg met springen. Oké. Ben je erbij nu? Ja. Oké, wacht. Als hij omhoog gaat, dan doe ik hem weg. Ja. En je moet de andere ook vastzetten. Dat is te ver. Oké, sorry. Ik haal dat niet. Ik zet hem wel eerst vast. Ja, dat is misschien slimmer, ja. Lukt dat? Oh, hij gaat de verkeerde kant op! Oké. I survived. Het is goed gegaan. Ja, netjes gedaan. Oké, dit haal ik wel nu. Ja, lekker. Oké. Yes. Hey. Mis. Ik zag hem vliegen. Nice. Ja, lekker. Eén moment hoor, ik moet even wat doen. Maar komen daar ook weer spijkers in? Ja, dus oké. Oké, we gaan weer spijker hangen. Ja, en dan wacht ik wel even tot je aan die kant bent. Oh, ik begin wel daarboven. Oh, gelukkig. Dat is wel fijn. Oh nee, wat doe ik? Ik kan dit wel hoor, wacht maar. Hey, even tussendoor hè. Weet je nog dat ik dat idee had dat we het op mijn beeldscherm gingen doen en dat het dan naast elkaar zat en zo? Kijk hoe het beeld nu is. Ja, inderdaad. Oké. Ja, ik wacht even een rondje. Dus dat had niet gekund. Nee. Ja. Lekker. Ja. Au. Ik wou net zeggen, daar gaan mijn voeten volgens mij vet hard tussen. Kan je hem misschien echt rond dat rondje doen? Ja, tuurlijk. Dude. Kan jij ook aan die spijker hangen dan? Ja. Ik hang eraan. Het gaat goed. Dus iets meer in het midden ervan. Als het kan. Oké. Wacht. Ik doe nog maar iets hoger. Dat mijn voetjes er in ieder geval niet in gaan. Of ik moet gewoon snel doorspringen. Dat kan ook. Okay, is dat misschien handiger? Ja, probeer maar. Oké. Nou, doe er maar in dan. Dan ga ik. Oké, dan niet daar. Nope. Dan zitten weer mijn voeten tussen die verpletters. Ja. Nope. Oké, ik moet hem meer hoger doen. Hoger. Ja, hoger. Je
mijn gemak iets meer naar links doen. Nee, dat gaat niet. Oké, dus je moet echt... Tenminste, niet vanaf de enkel waar ik net zat. En volgens mij moet het gewoon kunnen zo. Volgens mij raak je hem niet. Of wel? Oeh, ja. Ja, zeker wel. Je moet hem of echt langs dat ijzerdingetje doen. Ja, maar red je dat dan? Of even heel veel links. En dan spring ik naar links en dan pak ik hem daar vast en dan spring ik meteen door. Oké. Ja, doe het. Oh yeah. Oh yeah. Netjes hoor, netjes gedaan. Woehoe, glijbaan. Teamwork. Oh. Ja, yo, wacht. Dank u. Ja, awesome. Ik heb weer een spijker voor je. Really? Waar? Als het goed is, krijg je hem al. Oh, dank je, ja. Alsjeblieft. Got it. That makes three. Oké. Ja. Oké, ik ga er achteraan rennen. Jij moet rammen. Ja. En ram. Dank u. Nice. Goed gedaan. Oké. Ja, ik word waarschijnlijk weer hier met spijkerdingen, Ellende. Oh, great. Oh ja, zie. Oké, dan gaan we weer, jongens. I hope not. Hop. Oké, ik heb hier hulp nodig. Wacht even. Nee, stop. Yes, oké, ik heb hem. Ja? Is die ook al uit? Vast? Ja. Oké, okay, die kan er nu wel uit. Oh, kakkie! Waarom pakt hij altijd... Hij pakt altijd de verkeerde. Jij gooit mij gewoon in de afgrond. Nee, maar kijk. Even kijken, want hoe krijg ik die dan terug? Oké, doe je springs op de volgende? Oké, ik moet er gewoon op mikken. Ja? Oké, ik doe die. En dan zodra je daar bent, dan... Ja. En go! Ja? Ik ben er. Springen? Omhoog en dan schiet ik dat ding erin. Nee! Dat was Dash! Oh, sorry! Kan gebeuren. Niks aan de hand, maar laat het niet nog een keer gebeuren. Nee, oké, het spijt me. Ja? Klaar voor? Ja. Ja, doe maar. Oeh. Maar ik kan niet zo hoog springen. Oké, wacht, dan doen we het zo. Dus ik zou deze weer uitdoen, ja. Yo, rust. Ik was even aan het kijken of dat überhaupt ging. Ja, en ik kan nu wel naar die springen, denk ik. Ja, oh man. Daar krijg je echt zweethanden van. Ah ja, niks aan de hand. Eitje. You know, yes! You have nice! High five! Oh, wacht, die kant. Oh, wacht, ik moet even niezen hoor. Oh, rustig aan. Gezondheid! Iemand zei in de chat van, het is echt heel raar om Rick niet voor zijn greenscreen te zien zitten. Dit is mijn greenscreen! Dit is Rick's greenscreen. We hebben gewoon een foto van mijn studio gemaakt. Kijk maar. Zodat het net lijkt dat Rick bij mij in de studio zit, maar hij zit gewoon voor zijn greenscreen. Dus dit is nog steeds de greenscreen waar jullie naar kijken. Maar leuk, hè? Het lijkt net alsof hij inderdaad gewoon hier zit. Oké. Sorry. Ik moet jou denk ik nu... flessen. Bam! Hoppa. Dat is echt mijn favoriete gedeelte, die flessen kapot rammen. Nog meer flessen. Bam! There's the toolbox. Both of you, come on. Oh nee, niet toolbox. Nee, de toolbox is echt... Deze continu. Is echt... Die is echt the worst. Tessa vraagt, wat is dit voor schuur? Ja, dat vragen ja, wij ons ook af. Echt. Maar wat is dit voor toolbox? Oh, dit wordt zo erg. Deze. Get up, hurry. It's getting away. We have to catch it. Oh, deze gozer. Die is echt niet leuk. Let's get that. Grindy toolbox. Ja, grindy toolbox. Ja, absoluut. Wow. Oké, ik ontwijk de... Ga je niet mee dan? Weet ik niet. Moesten we daarheen? Ja, natuurlijk. Ik weet het niet. Auw! Wat doe je? Ja, ik kreeg allemaal spijkers op me. Oh, nee. Dat had ik dus ook. Omdat ik met jou in discussie was. Oh, ja, nee. Wat doe ik? Oh, wat doe ik? Oh, wat erg.
Gelukkig zie je die schaduwtjes, dus je weet wanneer ze komen en waar. Waar ben ik? Je hangt ergens onder. Oh, zit ik weer bij jou op je scherm te kijken? Ik zat te wachten totdat ik respawnde. Oké, wacht. Ik kom er weer aan. Ik wist niet dat ik ergens onder hing. Ik snap dan niet waarom ik niet terugkwam. Oké, ik wacht hier wel hoor. Oh man. Ik ben er. Oh nee. Oh, ik ben al hier. Hallo. Hoi. Ah, hoefie. Ah, oké, het gaat goed. Ram eens op dat ding. Nog meer. Gespijkerd! Oké, ja, ik ram op dat ding. Kan ik er nu ook overheen? Jawel toch? Ja, go, go. Ja. Oké, ik heb er hier nog één. Ja, dat is dezelfde face. Toch? Of als je terug moet oh, of zo? Dat was. Ja, oké. Moeten we terug? Oh my god! Dude! Doe rustig met die spijkers! Wow! Oké, wacht. Hij pakte me uit de lucht of zo, wat was dat? Oh man, oké. Okay. Oh, weer helemaal opnieuw. Oké, we kunnen dit liedje. We gaan nu even goed ons no best problem. Doen. Even goed nu doen. Want dit was echt slecht. Ja, maar we leren van onze fouten, hè? Oh, ja. Zou je denken. You stupid toolbox! Kijk, zie je? Zo had het net ook moeten gaan. Ja, dan waren we pro's geweest. Oké, jij moet daar... Heb je dat al gedaan? Ja, hè? Ik kom er ook aan. Yeah. Easy game, easy life. Oké, niet te vroeg juichen. Jawel, ik ben nu geconcentreerd. Yeah. Oké. Nee, ik kan de spijkers niet wegslaan helaas. Ik word gewoon echt gespiet. Oh man, door. Net zoals hij heeft me weer. Ja, ik zou verwachten dat je er bent. Oeh. Oh nee, oh misschien, nee. Misschien moeten... Oh nee. Nee, oh, ik ben dood. Blijf leven. Ik doe mijn best. Ja, kom maar aan. Ja, ik ben er weer. Kun je daarop slaan? Doet hij dan wat of niet? Want ik moet hem vast kunnen zetten, maar... Ja, dat zou je denken toch wel. Ja. Hoppa. Oké. Wacht. Ik moet er denk ik op staan? Nee. Oh nee, wacht. Ik sla erop. Ja, oh, nee, shit. Nee. Ik had hem net vastgezet, maar toen dacht ik dat we er niet op kwamen. Maar misschien dat we dan via hier kunnen. Oké, nog een keer. Oké. I can do this. Eeuw, ik werd gewoon in de lucht gespiest. Ja, dat had ik net. Ja, kijk, we moeten gewoon via hier. Oké, ik kom weer daar. Ik ben weer volledig levend. Ik wil er niet veel. Nee! Oh, nee! Oh my god, wat doe ik? Oh, oké. Ja, maakt de muziek maar extra spannend hoor. Tuurlijk. Oh, ik zit hier niet op te letten. Ik zat weer bij jou te kijken. Moet je ook nooit doen. Ja, ik ben er. Oké, bij de toolbox moet je echt opletten. En dan denk je dat dit al moeilijk is, hè? Ja, dat was niks. Oh, net te laat. Oh, ik heb hem vastgezet. Nice. Ja. Oh ja, nu komt het. Oké. Nou, bereid je maar voor. Be prepared. Oké. Wens ons succes, mensen. Wens ons succes. We hebben het nodig. Uh-oh. Oh, mis. Raak. Oh, weer mis. Even kijken. Oh ja, ik moest daar naartoe. Ja. Oh. Oké, dit ga ik niet halen, denk ik. Of zo niet? Tuurlijk wel. Nee. Oh, nope. Oké, te laat. Het was mijn schuld. Ik deed nee, was het niet snel. Erg. Is niet erg. Ik ben er weer. Oké, als hij zo meteen zijn arm doet, meteen spijker. Als het te lang is, ga ik niet weer naar de overkant. Ja. Oké. Doe het. Yes. Lekker, yes. Bezig. Oh nee. Ah nee, Nee, maar ik ben lief. Nou. Hij heeft natuurlijk gezien wat we met die stofzuiger hebben gedaan. Uh-oh.
Wat doe jij met je gereedschap? Dat je zo haat. Het is jouw gereedschap. Oh, wat doe ik met mijn gereedschap? Oh, oké, dan stap ik hem. Oh, die had ik even niet zien aankomen. Leef je nog? Nee, nu wel. Oké, ik blijf leven. Gaat goed. Gaat goed. Ja. Gaan we weer? Ja, hij weer komt zo schijnlijk met zijn arm. Kom maar. Kijk hem stoer doen. I'm ready. Maar. Hak hem eraf. Oké, go. Oh, ja, ga er dan ook niet voor staan. Er staat recht voor dat ding. Sorry. Dan moeten we weer een ronde wachten. Oh, no. Oh nee, nog meer gaten. Oh nee, hij gaat gelukkig niet nog meer gaten maken. Oké. Alles draait. Oké. Ik ga er niet voor staan dit keer. Dank je. Doe het. Watch out! Oeh! Auw! Oh! Oh my god! Oh nee! Oh, ja, oké. Okay, ik drukte op vierkantje in plaats van driehoekje. Oké, nu hebben we weer een schone dinges. Nu gaan we allemaal de keer, ja, alle keren gaan we het goed doen. Ja, oké, we gaan nu alles goed doen. Ja, doe het. Steady now. Bezig. Oké. Kijk, dat ging sneller dan net. Ja, nee. Het is nog steeds lief. Ja, hij is echt nooit blij met dit gedeelte. Maar je wist nu dat het kwam, vriend. Dan heb je zelf net ook niet op zitten letten. Oké. Ik zal er zo meteen niet voor gaan staan. Ik kan goed springen. Ik blijf leven. Alles komt goed. Ik ga hier alvast klaar zijn, ja? Ja. Backhand! Ja, lekker, gooi ze. Oh, daar heb je niet zoveel aan. Oké, blijf leven. Ja, ga je het nog proberen? Nee, ik ga het niet meer halen. Kijk maar, want hij trekt hem over een paar seconden los, kijk. Oké, okay, nou, dus daar gaat helaas, we gaan het allemaal goed doen. Het ging maar goed, we zijn er nog. Oei! Dat meen je niet, jongens. Oh nee, ik blijf leven. Ik werd gewoon eventjes keihard aangepakt. Nee. Was je net terug? Ja, ik ben er. Oké. Nu gaat hij goed, ja? Nu gaat hij goed. Oké. Watch out! Auw. Ja, lekker. Hold on tight. Ja! Lekker, goed gedaan. Dat is één arm minder. Oeh, hij is niet blij met mij. Waar ga ik helemaal heen? Ik heb geen idee. Waarom moest dat in zo'n gekke bocht? Mijn arme hamertje. Laat maar raden. Hij gaat nu ook nog fikken erbij. Ik denk dat jij moet hameren als hij dat ding. Ik zie het, ja. Auw, je bent echt meteen dood als je er geraakt door wordt. Oké, maar ik kan er nu niet zomaar opspringen, of wel? Nee. Ja, vlieg met me zeker. Nope. We're long past negotiating, Cody. Kijk deze gast dan. Ja, maar ik kan er nu toch niet op? Nee. Legt hij hem zo meteen even rustig neer? Ik heb geen idee. Ja. Ja, oké. Doe het! Oh, jij moet erop. Oh, je zat erop. Heb je het? Is het gelukt? Ik heb hem twee keer geraakt. Oh, nice. Oké. Oei. Hey! Ik vind het niet leuk. Nee, safe. Ook nog, hè. Zagen erbij, alles.
Hey, oh, oef. Nee. Nee, ik ben gevallen. Oh, oké, ik probeer te overleven. Oké, gaan we weer. Ja, we hebben alleen niet zoveel ruimte meer op te dashen. Nee. Blijf alsjeblieft leven. Ja, ik ben er weer. Hey, get me back up there! Yep, let's go. Nice. Nog één keer? Ah, nee. Ik redde het net niet. Ik kon er maar twee per keer. Nee, dan komt hij nu natuurlijk weer zagen en spijkeren. Tuurlijk. Maak hem nog kleiner, vriend. Dat we wel ruimte genoeg hadden om op te staan. Oei. Oh my god. Jongens. Wat? Nee, ik hoef niet ook nog plat. Auw, waarom blauw je op mij? Oei. Net op tijd. Ik ben. Ik ben er weer. Oké, ik ben er ook. Nee, blijf leven. Ik ben er niet. Ik kom weer terug. Okay. Ram hem! Yeah! Oh. High five! Lekker! Oh man! Nou, snap je? Dit is best wel lastig hoor. Oh wow! Oh, ik heb wel zweethanden ervan. Yes, I'm ready. I'm so ready for this. Oh, it tickles. Huh. Yeah. There you go. Thank you. Woohoo! Okay, can you set up for camera? No! Look at me! I'm home! Kijk, ze zijn gelukkig in ieder geval heel blij met ons. Thank you, man. Dat snap ik. Dat zou ik ook zijn als ik gered werd van zo'n toolbox. Thank you, Hannah. Ja, daar ben ik weer. Hallo. What about me? I was part of this too. Where's my hero love? Did you see that explosion? Anyway, we still have to get to Rose. Oh, of course. Sebastian, can you help him out? They have to get to the other side. Ooh, what? Wow. Flexible. Step on board. Really? Okay, you sure? Come on, it's safe. Okay. Ooh. This doesn't feel safe. I'm not sure. Just relax. Okay. Don't worry. It's safe. He's very precise. Sebastian, sling it. Here we go! Oh no! She's leaving! Rose, hoe kan ze ze niet zien? We need your help! Ze had ons best gedaan om daar te komen. Een stomme kind loopt gewoon weg. Surprise! Who is here? Achterlijke boeken weer. Stuckness is a mental construct. If you stare at the closed door, you will miss the one that's open. Okay, FYI, there is only one door in the iedereen die moet gaan, wel trusten. Kijk het morgen maar af als het het blijft online staan. Dus je kan het gewoon afkijken morgen. Book is out of his mind, okay? Ja, dat boek is inderdaad gestoord. Yeah. Yep. Maar dit ziet er wel tof uit. En dit is ook leuk. Yeah. Dash. Kan ik je dan inhalen? Oh! Niet als je niet springt. Niet als ik niet goed oplet, inderdaad. Ja, jumpie. Oh, ik begin te praten als die boek. Dat gaat er niet goed. Check out my moves, mate. Yeah, very cool, but just don't fall off. Don't worry. I'm pretty good at this. Me too. Woohoo! Ja hoor, no problem. Oh. Zegt hij, terwijl hij naar beneden valt. Oh, ja, helemaal hier. Verkeerde. Ja, oh, ik ging ook fout. Dus we zijn samen weer helemaal terug. Huh? Nee, jij bent wel verder. Moet ik er overeen springen? Jij bent wel verder. Ik was niet... Oké, wacht. Spring er overeen. Ja, ik ben er goed in, hoor. Ja, ik ben er wel goed in. Nou, op die andere. Ik vertrouw die groene meer. Groen is altijd goed. Kijk, groen is goed. Yes! Moet ik hier wachten op jou? Want ik ben er al hoor. Niet waar! Je was er nog ik ben niet. Het toch? Je was er nog niet. Hey, superleuke live. I love jullie. Dankjewel, Xian Bono, voor de donatie. Echt super lief. Oh, we moeten dit leuk dat jullie het leuk vinden. Ja, het is wel een leuk spel, hè?
Hey, yo, wacht, oh, rust. Ik zit er nu al op. Oh, oh. Kom ik nu weer terug? Oké, wacht, ik kom weer even terug van bij het begin. Oké. Wacht ervoor. Jij moet die doen, ik moet deze doen. Ja? Ja. Oh, oh. Oh, je bent al. Ja, sorry. Thanks for the heads up, man. Ja, ik viel. Ik heb hem aangezet. Oh. Dat is eitje. Jij ook? Maar is dat dan niet de bedoeling? Ja, misschien, oké. Dat deze uitgaat? Als jij er bijna bent, moet je even geel geven. Dan ga ik erop. Oké, okay, als ik bijna bij het knopje ben? Ja, bijna. Oké. Okay. Ik ben bijna bij het knopje. Goed zo. Knopje. Ik ook. Oh. Nice. Nice. Lekker. Oké, ik ga weer. Oh, oh, nee. Ik ben het knopje vergeten. Oh, dat was een slecht idee. Jij kwam wel weer achteraan. Neem jij de rechterkant? Ja, is goed. Doe ik wel links. Knopje. Lekker. Oh, kijk nou. Knopje. Focus. Kijk, zo doen we dat. Ja, lekker. Oeh. Ik dacht dat er nog meer knopjes kwamen, maar het ging goed. Oh ja, daar was ik nog bezig met die fiets repareren. Daar ook. Uh-oh. Handig, hè? Ik dacht al dat deze schep hier ooit een keer van pas zou komen. Kijk, als we het samen doen, dan gaat het wel. It takes two. May, look, it's your old binoculars. Amazing! Let's find Rose. Oh, Rose? Hello? Yeah, we need to find her. Yes, I know we look like dolls, but we're actually her parents. I know who you are. Nothing escapes my lenses. Look. Wait, in here? All right, okay. Let's see. Oh! Kijk, die zombie. That's me. I look dead. Achter de computer. Am I dead? I'm not dead. Ja, zo zie ik je altijd, schat. Ja, dat zeg ik. Oh, no. Jij ligt al te slapen op de bank. Oh, misschien gaan we toch wel scheiden. That's me. Rose sat down there with her dolls. And then you two came alive. Just like that? You didn't see anything else? Well, there was one unusual thing. Why? What happened? She was crying. Oh, I know. I pak even lekker een stroopwafeltje erbij. Oh, tears falling onto the dolls. Tears falling onto the dolls. Nope. Oh, wait a minute. I know what happened. It's a spell! Ridiculous, Cody. We've got to apply logic. May, okay? We are having a conversation with a pair of binoculars. There is no logic in that. For goodness sake, I don't even believe in spells. Okay, well, did you believe that you could be turned into a wooden doll? Ik kan nog steeds zo zitten. Exactly. It had to be the tears. It was a spell, I am telling you. Ja, weet het zeker. Tovenerij. It is a spell. How do we break it? Okay, I got this. Yeah, me and Rose, we read all about this spell stuff. I'm a virtual wizard right now, okay? Just give me some space. I need to think. Okay, so if the spell was cast through her tears, then in order to break it... Oh. In order to break it, we have to reverse it through her tears. Tears! Boom! Klinkt logisch. Right. Yep. Okay. We basically have to find her and make her cry. We moeten gewoon zorgen dat we eraan het janken krijgen. Mm-hmm. Let's do it. Okay. Fine. Okay. Do you know where to find her, Miss Binoculars? She's in her room. Go on. Okay. Oh, thanks. Dat zal ons brengen. Come on, mate. Oh, but how do we get to her room from here? Easy, we just climb the tree. Tuurlijk, joh. Ga gewoon in de boom. This way. What? Nou, we're never gonna make that jump. Yeah, watch me.
Zou jij wel een lefgozer zijn? Dat is niet gelukt hoor. Moet wel. We'll throw us the rope. It's too far. Cody, where there is love, no distance is too far. Hey. Oh, shut up and just throw us the rope. Okay, okay, man, relax. Come on, huh? Huh? You want the rope? You want the rope? Come on, you want it? You want it? Come on, come on. Take it. Woo! Haat het boek. Ja, maar echt. Hebben we nu wel een touw? Zet dat nu op mijn arm? Tuurlijk. All right, let's swing across. Oh ja, hier was je echt super slecht in deze boom. Don't worry about it. The rope will take us to Rose in an instant. Wel, toen heb ik vet lang op je moeten wachten vorige keer toen we dit aan het spelen waren. Ik zal je eens even laten zien hoe snel ik en goed ik ben in dit spel. Again? Je was toen echt heel slecht. Not to throw our shoes up here. Kijk, deze miertjes. Niks, ik heb geen tijd om te wachten. Ik moet laten zien dat ik vet snel ben. Ik heb hier een papieren vliegtuigje. Oh, dat is cool. Ik heb het gegooid. Maar gaat niet echt ergens heen. Maar hij vliegt lang. Ja, dat doen die van mij nooit hoor, die papier. Nee, van mij ook nooit. Waar gaan jullie heen, meertjes? Oh, ook die kant op. Kijk nou, ik zie je lopen. Maar inderdaad, ik was wel een beetje slecht in het. Eerlijk toegeven. No. Why do you ask? There are windows. Oh, who could have built those? Kijk ook hoe ik loop, hè? Het ziet er zo mooi uit. Kijk van de zijkant hoe ik loop. Een hobbezak, joh. Hey, there's our swing. Finally, a useful thing. Jij zei ook, misschien kunnen we anders voor de stream, dat jij dan nu dit keer met Cody gaat spelen. Nee, ik ben gevallen. Oh, jij viel ook. En dat ik dan nu mee zou zijn, zei jij. Ja. Dan zei ik, nooit. Nee, ik wil niet die hobbezak zijn. Wat doe ik? Waarom kom ik niet op de schommel? Oké. Okay. Oh, ik kom er ook niet, Oh, de schommel wel, maar niet dat ding daarna. Ik wacht wel even op jou. Haha, I did it. Kan ik ook nog mikken? Kijk, ik gooi hem door het raam, ja? Ja, doe dat. Misschien ziet ze het. Of niet, hij wil gewoon niks doen. Oh, ja, nee, daar mikte ik hem niet op. Knap hoor, heel knap. Het is dat ik geen emotie had, anders had ik voor je geklapt. Ga ik, geef nee, stop. Niet meteen het leven opgeven. Oké, gelukkig okay. Kan het niet. Let's go. I don't see a way to get to Rose's room yet. Ja, misschien hadden we op het vliegtuigje kunnen zitten. Bouncy. Dit wil ik ook doen in het echt. Op van die zwammen. I'm a superhero with a rope. Oké. You're a clay man with a rope. Yeah, beware the clay man. Yeah. Beware the clay man. What's it doing up here? Looks like moeten we hier niet aan hangen? Kijk, let op. Nu gaat het lukken, ja? Oh, ik wacht wel hoor. Grab on. Ja, kijk. Nope. Wel tegen het keukenraam, bijna. Nope. Hey, ik zit hier op je te wachten. Ja, sorry hoor. Ik had nog alle hoop dat dit goed zou komen, maar... Ja, loop je even op en neer, zitten ze alweer in een boomhut. Ja, we zijn uit het raam gegaan. We zitten nu in de boom. We proberen naar de kamer te komen van de dochter. Can you see how far away it is? Yes, I can see how far away it is. That's why we gotta keep moving. Yeah, maybe there's someone inside who can help us. Really? Ja, ik denk niet dat dat een goed idee is, hoor. Jawel, deze deur staat mooi. We don't know what's inside there. Come on, it might be a shortcut to the house. Yeah, but what if it's not? What if it's... Who sent you? No one. We come in peace. We're trying to get to the house. Dat zeg ik ook altijd. We come in peace. En dan vervolgens bam, bam, bam. Ja, je moet het doormaken. Is this a shortcut or not? Ja, zie je? Was niet een goed idee dit. Nope, you were right. Great. Oh, I told you this was a bad idea. Not helpful. Come on, help me push. It's too heavy. Why the glass jar? Well, at least we can see through it. Oh, that's great, May. We're imprisoned, but the view is amazing. Dad? Dad, I have to tell you something. It's important. Interesseert me niet. Have you heard of this book by Dr. Hakim?
Kids vinden het ook gewoon normaal dat die vader niks terug zegt. That's you. You can become friends again. Aww. If you want, you can borrow the book. Aww. Okay. Zit er ook met je. You're busy. Sorry. Vindt zichzelf ook zo zielig. Maar ze is ook zielig. Ze kan toch even naar hem toe lopen. Even, hey, hallo. Cody, praat tegen je. Ja, ben better. Blijkbaar hebben jullie niet zo'n bond met elkaar. Jawel, we doen alles samen, zegt hij net. Nou, zo lijkt het niet. Are you working for the wasps? What? The wasps? Don't play dumb. Did they send you here to kill us? What? Kill you? No. We're not working for any wasps. We'll see whose side you're on. Pull a switch. You got it, Chief. Oh, get away, get away, get away! Ow. Ja, daar zou ik niet graag willen zitten. Boss, it doesn't look like they're on the wasps' team. And why don't they die? Maybe they have superpowers. What if they can help us? Yeah. Let's find out. Abort. Hoppa, weg met die stinkwespen. Just about. That was terrible. Horrendous. Hey. Oh my gosh. Hey there, Mr. Big Squirrel. Wow. So, you want to get to the house? Yes. We can get you there. Really? You, that's very, kind. On one condition. What do you mean? Follow me. Hij is echt zo cute. Come on, Cody. I don't want to go. Ik zou me wel een beetje angstig voelen hoor, zo tussen die schattige hamsters. Squirrels. Wow. Heb je ruzie met Streamlabs, Annelien? Hey, wat is het probleem? That's our remote control. They stole it. Those sneaky rodents. Look, our family photos. What could they want with those? I don't know, but we look good. But we look good. Hey, that's my underwear. Hell. Hardly a loss. Zo'n onderbroek wil ik ook. Nee. I used to love that underwear. Used to. Acorn is boos. Follow me. Maar is zo cute. Have invaded our tree and wiped out most of our tribe. You two must kill them. What? Hey, what? We can't kill those crazy creatures, you nuts. No offense. Don't worry. You'll just survive two of them. Against a whole swarm of them, surely we'll die. That's why you're going to need these. My latest in cyber hazelnut technology. The tree sap Abshaiki 57. Oh. Oh. Combined with a drill bazzer X200. Ja, ik wil de drill bazzer. Oh. Nice. Boom. Die wil ik. There's one more thing. We sent in an undercover agent who could operate our queen robot. As planned, the wasps believed the robot was their real queen. But instead of wiping out the wasps, our agent was seduced by its power and switched sides. So, kill the wasps and the agent in the robot and we'll help you get to the house. Understood? Yeah, sure, but... So cute! Is there a more civilized way that we can... Woo! Okay. Zijn we dan? Jij hebt de honing. Ik heb de drill blaster, wat heet het nou? Ik heb geen idee, maar... Heb ik. Dit ziet er leuk uit. Remember? In the real world? In our tree? Ik zat ondertussen even te kijken of ik Streamlabs even anders kon instellen, maar ik... Er staat niet zo heel veel aan van Streamlabs. You had it knocked on the squirrel's door. Well, at least they're gonna lead us to the house. What are you kidding me? You believe that? I don't trust those squirrels. They stole my underwear. Oh, believe me. That was a blessing. Oh, really?
Well, at least my underwear is now a sophisticated part of a flying machine. Oh, I sincerely doubt it can fly. Of course you do. Gah. You know what? I can't wait to get back to my real body so that we can get divorced. Oh, me too. Nou, staat je superruim, joh. Hey? Ja, maar echt. Hey, what now? Kijk, en nou hebben we meteen weer nodig, hè? What? Alone? Don't worry, we've got weapons. We doen het er nu ook maar alleen. Homemade squirrel DIY drill baz or tap shiky things? You saw how powerful they are. Let's drill baz. Oké. L2 is aim. A target, hè? Huh? Ah. Oh, oké. Okay. Wacht, dat moet ik nog bij doen. Down we go. Ben jij ook hier? Oké. Okay. Yep. Niemand? Niemand? Nee, dat kan niet. Kijk, dat is teamwork. Nee, we gaan het vandaag niet uitspelen, het spel. Daarvoor duurt het te lang. Maar we kunnen het over een aantal keer verspreiden. Moeten die dingen kapot? Nee, weet ik niet. Was wel grappig om even te doen, toch? Hé, hey, zit hier weer zo'n game? Het ziet er hier wel vet leuk uit met zo'n lampje, C. Ik denk dat het een shooting range is. Let's try it out. Oké. Nou. Dit ding ook stuk? Nee, die komt meteen weer terug. Oh, te laat. Oh, dat is moeilijk. Ja, goed genoeg. Had ik hem? We zijn goed genoeg. Oh, oké. Okay. Dat was om het te oefenen? Ja. Dat hebben wij niet nodig. We zijn pro's. Wij zijn pro's. Wow. This is impressive. I'm getting spooky vibes from this place. Please come back. Niks aan de hand. Ging net goed. This was ready. Oh, ik moet er dan nu natuurlijk niet op schieten. Want jij maakt hem zwaar. Yes. Oké. Okay. Moeten we... Schiet hem eens? Dat, I guess not. aan de onderkant, hier zo? Dat het touw kapot gaat of zo, dat hij dan misschien zakt? Wat, hier? Nee, hè? Nee, oké, okay, nee. Nee. Volgens mij... Ja? Oh, wacht. Kom, we gaan op dit ding staan. En dan schiet ik het eraf. Kijk. Yes. Kunnen we daar naartoe? Kijk, en dan doe ik dit ding. Hoppa! Let's go! Zo doen we dat. No problem. Ja. It's zapped up! It's zapped up! En die ook weer zwaar maken? Nee, hier moeten we dit in de fik steken. Ja? Oh ja, nice. Oh nee hoor, nee, die haalt het weer niet. Ik wilde even weten wat daar beneden zat. Niks, hè? Nee, nee. Maar je weet het niet als je het niet hebt bekeken. Dat is waar. Dat machine ding van jou is echt vet handig. Ja, hè? Hoppa. Nou ja, het kan niet veel zonder die van jou, maar... Nou jawel, laat het zakken. Nou, nope, dat was niet waar we heen moesten. Nee, we moeten naar de bovenkant. Oh, we gaan hier gewoon bovenop. Maar kan ik het hier... Oh ja hoor, het schiet gewoon door de gaatjes heen. I can do that. Let's go, let's go, let's go, let's go! Maar kijk even hoe mooi het er hier uitziet. Darn, ja, hè? Sap isn't sticking! Looks like squirrel tech isn't foolproof. Ik kan dat ding laten zakken. Daar kunnen we aan hangen. Kan dat zakken? Ja? Oké, okay, ga jij eraan hangen met je touw? Als je eraan hangt, dan doe ik hem omhoog. Lekker gevaarlijk, het is al een bommen, maar het gaat goed. Oké, okay, als je daar bent, dan schiet ik op dit ding. Yes.
Ben je eraan hangen of zo? Nee, ik denk plakkie? Dat als je erop schiet, dat hij naar beneden gaat. Dat denk ik. Nope. Nee, je moet gewoon plakken daar. Oh shit, dan moet ik wel snel zijn, want anders dan val je eraf. Oké. Okay. Niks aan de hand. Daar op het blik. Nope. Oh. Another surface will work better. Oh ja, de deur gaat weer open. Oh, en hij blijft open. Oké, okay, nice. Well, this got interesting. Iets zeggen we dat we daar vorige keer heel lang over hadden gedaan, voordat we dat door hadden. Dat zou kunnen. Zal ik er eerst op gaan staan? Ja, is goed. Oké, okay, doe het. Ben ik. Oh. Oh, nice. Ja, 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 ja. Lekker, 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 lekker. Oh. Ik ben er. Oké. Okay. Wat gebeurt er als ik dit doe? Ja, oh, oh. Oké. Okay. Ja, ik wilde even weten wat er gebeurde als ik het deed. Ik moest er nog even op staan. Ja. Ja, ik ben er. Maar jij bent nu aan de andere kant, of niet? Oh nee, je bent achter mij alweer. We gaan er lekker hard doorheen, zo. Maar ik vind het hier ook niet gezellig eruit zien. Ik wil hier weg. Moeten we nou naar links of naar rechts? Nee, we gaan gewoon door. Wat zit hier dan? Dit is zo'n game waarschijnlijk. Zullen we die doen? Of weer iets onzinnigs. Oh, ik ga ergens in. Oh, help. Ik zit ergens in. Hey, I wonder what these buttons do. Oh, kijk, ik kan iets met je doen. Maar wat als ik dit helemaal niet leuk vind? Nice moves, mate! Kom er maar uit. Oh ja, want dan, dat is niet waar we in zitten, denk ik. Vind het een gevaarlijk apparaat. Ja, ja. Lighten up, you look fine! Ja, jij vindt het weer grappig. Natuurlijk. Oké, okay, let op. Wat is dit? This rig doesn't look so stable. Let's do it. Blow it up. Ja? Yeah? Nice. Looks like something was kept in here. Yeah, something big. Whatever it was, it's gone now. Kijk wat die eekhoorns eigenlijk helemaal hebben zitten bouwen, joh. Ja, joh, maar vooral die lampjes vind ik zo leuk. Kijk nou, zo cute. Down we go. Oké, dan komt deze er naartoe. Ja, als jij die nu kapot kan schieten. Ja, gedaan. Nou, we kijken. Zo gezellig, lekker met de kermis. Joehoe. Oh, dat was misschien niet zo. Oh, ja, sorry. Nee, hij gaat nu weer terug. Had ik nog even moeten wachten ja, met die? Ja, even wachten. Kijk. Oneindige hoeveelheid van die smurrie heb ik. Ja, joh. Echt bizar. Oh, oh. Coming. Oh, jee. Nee, eeuw. Niet wespen. Oh, bam. Ja, allemaal opblazen, die vieze beestjes. Hier, daar, heel, heel, top. No problem. Weg. Was zo ja, er komen er zometeen echt veel. Zulke eekhoorns wil ik ook wel in mijn tuin, ja. Tenzij ze mijn onderbroeken dus jatten, hè. Daar ben ik wel minder blij mee. Alhoewel ze die lelijke van Rick jatten. Wat sta je dat te doen? Ik wat even je proberen. Nee, het doet niks, hè? Even kijken, wat moeten we doen? Kijk, ik heb hier zoiets wat ik hier kan doen. Kijk hoe mooi het eruit ziet. Ja, oh, sorry. Misschien dat we dit hier in de fik steken. Oh, oh, oké. Okay. Is het nog vol? Schiet het vol? Ja, ga jij erop staan. Dan ga ik hem laten ontploffen. Hey, slim. Big brain. Big brains. Alleen, wacht. Ja, ik kom daar nu op staan. Ja, maar dan moet ik eerst even... Oh ja, oké, wacht.
Zit hier nog genoeg in? Nee, helaas. Je moet deze ook weer even vullen. Dan ik wacht totdat je erop staat voordat ik hem... Maar is die echt alles cute vindt in een soort van horror game? Ja, wel hè? Is lief! Ja, ja? Ja? Okay, klaar voor? Ja. Komt ie. Lukt? Ja. What you doing? Hey, where are you? I think there's a bridge here. Let's knock it down then. Kom dan die kant op, ja? Nee, hoeft niet. Kijk, ik maak het hier gewoon zo. Dat kun je wel raken, toch? Ja, dat mag zwaar. Ja, doe maar. Hop! Nice! Lekker! Goed bezig. Oh, wacht, we gaan schelen. Ja, oh jee, je vond me niet meer lief. Dat was waar ook. Let's go! Hey, hier is weer zo'n game. Waar? Oh nee, dit is haat ik. Hey, we hoeven dit niet te doen, hè? Nee, we gaan dit doen. Ready to fall into the hole. Maar hier ben ik niet goed in. Ik kan ook niet touw trekken in het echt. Dus ik kan het hier ook niet goed kunnen. Oh, knopjes erop. Oh, jij bent altijd zo snel. Nou, nee hoor. Wat is dit? Hoe dan? Wat is er gebeurd? Jij bent echt niet sneller in knopjes drukken dan ik. Oh, nee, maar ik was goed vandaag. Sure. Wacht, doe nog eens. Nee. Deze game, nee. Dit is... Nee. Er is iets niet, er klopt iets niet. Nee, kom, we gaan verder, schat. Kom. Je hebt genoeg aan je touw getrokken. Let's go. Er is iets... Dit klopt niet. Ik verlies dit nooit. Je moet stoppen op je hoogtepunt, zeggen ze toch? Kom, let's go. Yeah, ik weet ook niet. Ik was in één keer goed. This game is rigged. Oh man, my legs hurt. Dit ziet er wel cool uit. Ja, het ziet er echt heel mooi uit. Ik moet vaker een boom ingaan. Het ziet er echt vet mooi uit. What if we're stuck here? Stuck like this? You don't know that. We'll get to Rose and break the spell. No. What if we never get to her? Please stop talking. Kijk, als ik nou hier die dingen inschiet, zouden ze dan ook in de fik gaan? Dan niet. Nee, helaas. Misschien daar, dat blauwe, wat zit erin? Nee, maar omdat... Oh, een nootje. Nee, maar omdat daar natuurlijk ook vuur in zit. Ja, nee, helaas. Not part of the game. Oké. Ik baal er nog steeds van dat ik niet heb gewonnen. Ik snap het niet. Het klopt gewoon niet. Er is iets mis met dit spel. Heel goed. Nee. Niks mis met dit spel. Wat zit er in deze boom? Karretjes vol met eikeltjes. Ik heb geen idee. Die squirrels zijn echt gewoon vet handig. Zo doen ze dat dus. Hm? Oh nee. Ja, ik ben er nog. Gaat helemaal goed. Ik volg je op de voet. Wow, dat was echt op het laatste moment. Ging het goed? Ja, ging super. Oh man, af en toe heb ik echt het idee dat ik het niet haal, maar het gaat toch goed. Oké. Ja, maar we zijn er. Ik weet niet waar. Ik weet het. Maar we je zijn weet er. Ook echt waar, ja? Kom je vaker in deze boom? Boom. Yeah. Woehoe! Lekker. Lekker. Ik zal er niet aan schieten, ja. Wacht het mee. Hij gaat heel langzaam. Ligt het helemaal vol met allemaal van die eikeltjes? Oh, nou in ieder geval stinkwespa. Ik heb ze hoor. Ik plak deze. Ik vind als ze zo dat spul op zich hebben, dan zien ze er wel schattig uit. Ja, het zijn zo van die bollige bijtjes dan. Oh, maar alsnog schiet ze neer.
Komen er nou weer van die vieze wespen dan? Oh, shield wasp. Kijk, ik denk dat die vanaf de achterkant moet raken. Ja, ik probeer mijn best hoor. Ik doe mijn best. Ja, ik had hem. Oh, hij is niet blij. Ik ben lief. Er zit echt nog vet veel op hem. Ja, ik probeer... Door zijn cirkelzaag te komen. In zijn reet. Ik bedoel, op zijn rug. Oh, hij vindt jou nu ook niet leuk. Wat een... Ik wist dat ik een hekel had aan wespen, maar dit is wel... Zo. Meer krijg ik er niet op, hè? Oh, hij draait zich ook zo snel om. Ozer, doe eens dit zo snel. Bats. Ik schrok van die wespen. Oh, wat erg dit. Ja, hè? Daarom gaan we ze ook allemaal voor je doodmaken. Ja hoor, ik heb hem weer. Oh, lekker. Got it. Teamwork. Got it. High five. Looks like it. High five. Let's get through that vault. Yeah. Zit ik hier dan? Sorry. Nee, is niet erg. Je gaat van me scheiden, dus daarom. Nee, sorry. Ik dacht in het spel high five. Eerst was het stink high, nu stink wesp, stink wil. Ja, stink wesp. Sorry. Ik denk dat ik een soort stop bij verbeelde naamwoord heb. Yep. We hebben het gewoon doodgemaakt. Zijn er meer van? Ja, tuurlijk zijn er meer van. Hoe ver zijn jullie in het spel? Nou, ik denk nog niet eens een kwart. Bij een tiende, denk ik. Nee, zo is het niet erg. Een achtste? Ik weet het niet. Maar nog niet heel ver. Nee, ik denk dat je het spel in 8 uur of zo uitspeelt. 8, 9 uur. We spelen nu 1,5 uur. Are you chickening out? No. In 10 uur of zo. Just, exploring the premises. Right. I think you look scared. Like two little chickens. No, not at all. We were just scouting. Preparing for the little chicken. Yeah, right. Preparation is key. Good, but remember. Kijk hoeveel van die beesten het zijn. This is a very dangerous operation. Heel. Thanks for reminding us. You're welcome, man. Hey, got it. Ongeveer 20%. Stomme boek. Stinkboek. That book is Ja, je hebt gelijk, Cody. Heel irritant, dat boek. Erik. Het is goed met je. Oh, sorry. Maar is met een supergevaarlijk wapen. Ik ben lief, hoor. Ja, daarna maak ik hem dood. Het werkt wel. Toen kwam hij wel. Again, zoveel mooie lichtjes. Ja, ik wil deze lichtjes kant op. Goede lichtjes voor de blauw. Wel mooi. Ik vertrouw dit niet. Oh, ze worden weer cozy en warm. Bam. Kijk, een vies dikke honingwormen. Ja. Nog meer van die beesten. Serieus, kunnen we dit ding hebben voor in onze achtertuin? Al die vieze beesten. Hier. Hier. Ze komen naar me toe, die tikkerts. Het ziet er toch niet uit alsof ze wat kunnen doen, eerlijk gezegd. Nou, toch wil ik ze niet op me. Ze zijn groter dan wat ik ben. Oh, ik ben niet zo, joh. Nee, je moet honing gooien. Sorry. Eel, nog meer. Eel. Eel. Kijk, zullen we dat daar ook kapot maken? Ja, goed plan. Oh, eel, achter je. Oh. Ik liep tegen zo'n vies beest aan. Met het groene ontplofte. Hier. Oh. Is het klaar met die vieze beesten? Oh, achter ons. Ze komen ook overal vandaan. Kijk, daar zit nog zo'n nest. Oh, daar komen ze uit. Dan doe ik eerst dat neststuk maken, hoor. Oh, dat hadden we eerder moeten doen. Het is klaar. Kom maar zometeen toch een nies aan, dat wil je echt niet weten. Wacht, doe man eens nu even. Ja, dat kan het niet op commando, helaas. Oh, commando nies. Nee, werkt niet. Nee, helaas niet. Nee, waarom kan ik
Ik er nou weer niet als enige bij. Ik wil erbij. Daar wil ik ook. Ik wil het ook. Ik wil ook die kant op. Oeh. Yes, ik ben er. Kijk. Kijk wie daar zijn. Kijk wie daar zijn. Kijk, daar zijn ze weer. Ja. Leuk, hè? Vind je dat niet leuk? Ben je weg? Ik wil weg, ze mogen me niet zien. Is ook niet een wet van de privacy. Wet van de privacy. Ook niet een beetje harig dit. Wet van de privacy. Ja, een zeikert, jullie pokie. Even wat leuks. Mijn vader die zei van, ja, we gaan pissebedden kweken, want dan kunnen we ze eten. Dat helpt tegen hooikoorts. Oh, ja, dat zeggen mensen inderdaad, ja. Vinden we een volgende keer een pissebeddennest in de tuin? Echt zo smerig? Eww, wat een vies verhaal. Ja, maar dat schijnt echt dus zo te zijn. Dat er iets in de pissebedden zit dat tegen hooikoorts helpt. Maar ik ga het niet proberen, hoor. Zo zie ik ze graag. Hey, kom hier. Ik heb hier nog meer van die dingen. Sorry. Nee. Hier zit er eentje. Hier. There you are, intruders! Oh, nee. Waarom waren we deze missie ook alweer gaan doen? Oh, dit spel ook weer gaan spelen. Oh, nee! We hadden niet echt een keus. Ik voel het gat. Ja, ik sprong per ongeluk in het gat. Oh, dat was echt een slechte idee. Ik was gewoon slecht. Oké, dat proberen we nog een keer. Zullen we nu in één keer al deze dingen doen? Ja, oké. Minder kletsen over pissebedden. Meer aan het werk. Kijk, er zijn er nog steeds wel een paar. Die had ik. We don't wanna fight! Oké, ik wel hoor. Au, die nare groene bubbels die eruit komen. Wat is dat? Dat is volgens mij zo'n larve die in zijn handen heeft. Hij zit zich te verstoppen hier achter het glas. Ja, ik heb er hoor. Oh, deze vindt me nu echt niet meer aardig. Hoppa. Bam! Kepper. Oh. Yep. Oh, nee. Ik ben zo slecht. Oh. Waarom ben ik zo slecht? Oké, ik heb er hoor. Kippers. Nu gaan we lekker. Hebbes. Ja, daar is hij hoor. Gezondheid. Ja, er komt er nog één. Oh. Gezondheid. Ondertussen speel ik al verder. Ah, die groene dingen zijn echt the worst. Ze gooit ze ook gewoon hier op. Laat me met rust. Laat jou ook met rust. Ben ik weer. Oké, ik ben er weer. Oké, ik moet zo meteen echt eventjes een korte pauze inlassen, want dan kan ik even mijn neus snuiten. We hebben daar. Swaths of dangerous weapons of their own. Yeah, but we're kicking some butt. Kunnen we heel even een pauze doen? Een korte pauze. We gaan even een korte pauze doen. You too. Zodat Rick zijn neus kan snuiten. Ja. Even pauze, jongens. Ja, zal ik hem even op pauze zetten of zal ik intussen even gaan kletsen? Want, wat je wil, maar... Ga jij maar even je neus snuiten. Want Rick die moet echt even niezen, want het gaat niet goed. Snap het wel. Ja, we zijn alweer 2 uur bezig. Dat gaat snel, hè? Nou, ik denk dat we nu op een 1/8 van de game zitten. Dus het is inderdaad... Volgens mij waren we vorige keer iets van 10 uur met het spel bezig. Dus we gaan hem ook gewoon samen met jullie uitspelen. Maar niet vanavond. Niet in één keer, want dan zitten we hier morgenochtend nog. Dan ben ik wel heel moe. Ja, iedereen die alvast gaat slapen, wel trusten. Wij gaan ook niet zo super lang meer door, hoor. En voor de je kan hem ook gewoon terugkijken, want hij blijft gewoon online staan. Blijkt dat Rick corona heeft. Nee hoor, Rick heeft al zijn vaccinatie gehad. En hij komt nooit buiten. Hij zit altijd zo, net als die Cody hier, zo achter de computer zo. Rick heeft gewoon alleen mega hooikoorts. Het is echt heel erg dit jaar. Hij heeft echt al... Nou, hoe lang heeft hij dan nu al... Hij loopt volgens mij nu al 3 maanden of zo te niezen en te snotteren. Echt verschrikkelijk.
Ik dacht echt dat dit een liever spelletje zou worden dan de vorige keer. Nu zitten ze weer beesten dood te maken. Ja, erg hè, maar dit keer is het in ieder geval niet een lief olifantje. Ja, echt verschrikkelijk. Gaan jullie ook stoppen nu? Nee hoor, nog niet. Rick die moet alleen even zijn neus snuiten. We gaan nog niet stoppen, we gaan nog wel even verder. Oh, het is vakantie. Lekker. Wij hebben nog geen vakantie. Wij moeten nog... Kijken, deze week moeten we nog even afmaken. En dan volgende week nog. Maar we zijn wel regio vroeg. Dus volgende week vrijdag hebben de kinderen hier vakantie. Een leuke game. Wespen vermoorden. Ja, oh, abonneer eventjes. Mocht je dat nog niet hebben gedaan. Als je abonneert, kan je ook gezellig meekletsen in de live chat. Rick lijkt ook op Cody. Ja, ga ik eruit trappen. Ga je nu opzoeken? Maar dan inderdaad op die klei-Cody, hè? Nou... En jij doet toch ook altijd een beetje buikje zo, een lamp aan? Nou, zo, ik ga stoppen met het spel. Het was leuk, jongens. En Maris kan helaas niet meer verder, want je kan het niet in je eentje doen. En tot de volgende keer. Oh. Oké, gaan we weer verder? Ja, ik ben er weer klaar voor. Ja, je neus is helemaal gefixt. Oké, Rick is weer gefixt. Hij is weer ik denk dat ik er weer ben. Het is echt een leuk spel. Ja, het is een heel mooi spel. Vinden wij ook. Het verhaal is ook heel mooi. Oké. Okay. Let's go. Je mag hem weer uitzetten. Ik ben niet te verstaan met mijn mond vol. Goh, dan gaan we verder met het spel. Oké. Oh, er zit een tussen leuk stroopwafel. We gaan verder met het spel. Stroopwafel nummer 5 die ik inmiddels al naar binnen werk volgens oh, mij. Oh echt? Snoepert? Nee, ik bedoel... En dan zeg je dat ik de Cody ben. Nee. Ja, maar jij gaat eruit als de Cody. Ja, ik hou mijn mond wel. Oh, oké, okay, ik zal ook niks meer zeggen, anders gaan we straks wel echt scheiden. Ik vind je lief. Dat hoorde ik niet. Nou. Follow the blue lights. Hey, isn't this your camera, May? Oh, dat is die foto's maken, dat is leuk. So were the squirrels running away from something? Zal ik, Ja, doe jij fiets leuks. Is dat alles? Heb je niet meer? Doe eens even... Heb je niet meer? Kan dit niet draaien? Je wilt toch? Ik kan toch draaien? Kijk. Dit dan? Oh ja, dat ziet er al wat beter uit. Nice, an action shot! Van alles wat je hier kan doen, kies je dit? Oké. Okay. Kan je niet inzoomen of zo? Je moet er toch iets leuks van maken, hè? Oh, ik kan ook inzoomen. Kijk, dit ziet er al beter uit. Oké, jij kan meekijken. Ja, natuurlijk kan ik meekijken. Oh! Oh man. Nou, kan je wel zien waarom ik de fotograaf ben bij ons en niet andersom? Iets meer omhoog. Ja, ja. Oh, fantastisch. Oh, dit is een leuke foto. Is het grapje. Ik zal je er nu heel mooi op zetten, ja? Ik betwijfel het. Maar nu ging die goed, toch? Hij is nu gelukt. Kijk. Zal ik eentje maken van jou? Kijk, hij is echt super mooi. Kijk, ik heb hem opgehangen voor je. Kijk, hier. Wat? Je keek vet boos in de camera. Wat hebben we nog meer? Alleen deze twee. Oké, dan doe ik wel deze. Ben? Impressive? Onder de indruk? Ja, onwijs. Oh, wat een mooie foto. Oké, hang hem op. We kunnen soms nooit vergeten. Quick, into positions! Kom! Oh, oh, oh! Ja, te laat! Nee, ik was volgens mij precies op tijd. Echt? Ja, volgens mij wel. Ik heb alleen wel dezelfde houding als net. We gaan kijken. Oké, okay, wacht. Oh, lelijk. Ja, nee, maar dat komt. Ik had hem nog ingezoomd. Dat is mijn schuld. Pretty good. Nee, dat is not pretty good. Dit is echt. Dit was okay. Niet de bedoeling. Ja. Zo. En dan. Oh, dit is stoer. Ja, ik ga voor deze pose. Heb je hem ook op ons gemikt? Denk het. Precies in zo'n hoekje samen. Nee, maar volgens mij staan we er niet op. Oh jawel. Ah, goed genoeg. Leuk aandenken voor de wespen. Kom. Let's go. Nice shot. Oh, je staat nog steeds te kijken. Je bent sorry. Onder indruk. Dit is echt. Dit, waarom doen we dit eigenlijk? Dit heeft niks met het spel te maken. Ik zit al een kwartier hier foto's ja, te maken. Ja, kijk, ik wil hier. Wat hangen hier?
Het zijn wij. Kijk. En toen waren we nog gelukkig. Kom, we gaan verder. Want ik ben nog steeds gelukkig. Wat is dit? Hé, hey, kijk, dit is die gekke squirrel. Die staat er ook op. Kijk. Nou, oh, leuk. Awww. Jij aan het voetballen. Oh, ja, en nootjes. Jij bent alweer helemaal weg. Is dit de bedoeling? Whoa. Oh nee! I think they're bringing out the big guns nee. now! Ew! Ew! It's a hammer! Ew! 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 They called me the exterminator! Okay, exterminator. There may be a lot of you, but you burn just the same! Zo, wat een. Burn. Waar zijn ze nou allemaal heen? Oh, hier. How do you like that? Oei. How you like that? Leave us alone. Wat een heftigheid. Ja, maar echt, joh. Niet te doen. Ah! Oh. Oké. Okay. Ik heb ze. Ze zijn niet makkelijk kapot te krijgen. Nee, we moeten best wel veel van het spul erop doen. Ja. Ze zijn ook met veel. Ik moet even mijn lucifer bijvullen hoor. Waar zijn ze nu? Hoe is het? Ja, ja, ja. Ze zijn niet blij. Nee, nu zou jij blij zijn. Nee. Ik zou ook niet blij zijn als ik daar nu stond te schieten hoor, tussen al die wespen. Ik heb niet meer. Hey, niet kapot. Ik deed niks. Niet alles kapot maken. Ik deed niks. Oké. Okay. Oeh, net op tijd. Nog meer van die troep. Wat, deze wespen, jongen. Eerder honing? Eerder honing! Was ik niet op tijd? Oh, zo, wat my een God. Spanning. Dat valt even helemaal in. Pak de middelste, hè? Ja, ik ook. Oh, ik haal het natuurlijk weer niet. Ik kom eraan. Ja, ik ben er. Nou, dat vind ik best aardig. Ja. Er valt alles mee. Springen. Oké, daar zijn we weer. Oh, kakkie. Ik was te vroeg gesprongen. Ik ben er wel. Ja, ik hoop dat ik het volhoud zo zonder jou. Ja, gaat goed. Oh. Dat was echt wel heel dicht erop. Ik join net, zie dit epische gevecht. Ja. Ja. Oké, we zijn echt aan het concentreren. Wow! Eitje. Nice. No problem. Ja, ik neem even water. Ja, ik heb geen drink gepakt. Now what? I think we need to head that way. Oh, what? Come on, May. We can't swim in this. Oh. We're going by boat. Huh? Help me out. What? By boat? This is a boat? All right, yep. Come on. This is a boat? Ook niet een vlot of zo. Hey, raft, liefje. Here we go again. Don't we need, like, oars or something? We don't need oars, Cody. We've got an engine. We do? Where? It's in your hand. What? Kijk. Probleem met lossend vermogen. Ik ben bezig mee. Ja, ik ben de engineer. Typische engineer. Beetje jammer dat je de hele tijd dat wapen zo op me richt. Oh, sorry. Ik heb liever dat je dat de andere kant doet. Ja, maar als ben je... Als met je vinger op de trekker ook. Ik, moet, goed, je onder, ik moet je onder de... Onder de nee. Oké, ik zal het niet doen. Ik ga hier staan. Ik vind het zo leuk om te zien hoe Marie zo geconcentreerd kijkt. You know about gadgets. Nature,
That's not really helping us. Moet ik de weg wijzen of zo? Nou, ik doe alles wel. Nee, je moet ze gewoon schieten. Oh, nee, niet weer van die dingen. Oké, ja, ik schiet. Lijkt ook wel een beetje sloepjes. Nou, dat zijn het niet hoor. Nee, niet die. Gewoon alleen degene die op onze weg zitten, ja? Ja, oké. Okay. Ik zou alleen degene doen die op onze weg zitten. Oké, die voor de ingang alstublieft. Ja, ja, gedaan. Okay, goed bezig. Dit ziet er wel tof uit hoor. Oh, iemand zegt er, kijk samen met mijn baby eentje. Dat is lief. Oh, daar komen ze. Oh, nee. Oké, we gaan links. Links. Oh, links. Oeh. Oh, mijn lucifers waren open. Oh, dat, ja, daar kan ik niks aan doen. Oké, niet die. Oh, nee. Yes. Ja, gaat goed. Gaat goed, geen stress. Je maakt het wel spannend hoor. Ben maar goed, hier, ging goed. Hier honing op doen? Mag ik ons eerst even die kant op brengen? Oh nee, wacht, dat doen we niet. Yes. Yes. Let's go. Ik denk dat ik een weg uit de hek zie. Ja, ik kan. Oh ja, we gaan hier naar links. Oh, sorry. Wat is er voor een boom? Ja, dit is toch geen boom meer, mag ik hopen. Ja, we hebben zoveel water dan in de tuin, onder de boom. Ja, dit waar. Oh, sorry, ik zal niet stoppen met gas geven. Nee, we gaan daar dat tunneltje door. Yup. Ik denk het wel. Ik hoor weer... Ja, daar komen ze weer. Wespen. What are they doing? Ja, nee, ze zijn te ver weg. We moeten nog even meer propelleren. Hoe zeg je dat? Gas geven. Oh man, wat is dit nou weer? We've got a storm coming. Alsof het nog niet erg genoeg was. Oké, maar ik moet hier dus uit de buurt blijven, neem ik aan. Zou ook fijn zijn. Misschien als je er achteraan gaat of zo. Nee, ga nu rechts. Quick. Nee, ik kan niet harder dan dit! Stop. Nee joh, wacht, kunnen we redden het wel. Oké. Okay. If you say so. Oh, ik doe close! Ja, ga jij zitten huilen? Kijk hier, hotza! Nee, oh, wacht. Nee, geen probleem. Oh, oké. Okay. Wacht, nee. Oké, okay, ik was iets te... Ik ben gewoon op de boot, hoor. Ja, ik ook weer. Yes! Waar ging ook weer naartoe? Ja, niet hier naartoe, geloof ik. Ik weet het niet meer. Daar naartoe. Oh, pas op voor dat ding. No problem. Oh, er komen er nog meer. Pas op, rechts. Nee. Ik probeer het. Ik kan niet zo snel. Echt gewoon recht op ons af. Stinkert. Jij alweer op de boot? Yep. Weer dood? Ik niet hoor. Ja, ik ga er ook weer dood van. Of ik doe het niet goed. Maar het maakt niet uit, we zijn er. Is hier weer zo'n propeller ding? Ja, nog een klein stukje verder, dan schiet. Yes. Waarom is die zo donker? Hallo? Gaat het goed? Oef. Uh-oh. Wow. They are beautiful. Jellyfish! Yeah. Deadly beauty. Jellyfish can be lethal. We better get moving. Look, light. Ziet er niet best uit, dit. Let's go. Waarom hebben wij kwallen onder onze boom? Ik heb geen idee. Nou, wel mooi. Kunnen we er niet op springen? Aye, Captain. Daar gaan we. Ja, je moet zometeen wel een beetje naar links, denk ik. Kijk maar. Of niet? Neem aan dat we hier naar links moeten. Ik ben helemaal niks. Echt hoor? We moeten er gewoon af. Ja, we gaan er gewoon af,
Dit is niet raak. Kijk, let there be light. Let there be light. Oh. Dat is toevallig. zal ik proberen om erop te springen? Oh, ja, ik was er wel op. Ik dacht dat ik hem net niet had gehaald. Zal ik even wachten? Ja, oh, ah, ja, graag. Zal ik nog even langer wachten? Ja, graag. Ja, die vis die zijn glibberig. Glibberig! Die glijden de hele tijd erover uit. Nou weet ik niet meer waar ik heen moet. Kan dit. Oh, wel trusten iedereen die moet gaan slapen. Yes. Oh, je gaat gewoon verder zonder mij? Ja, want ik ga toch weer 20 keer het water in waarschijnlijk. Of niet? Hoppa! That's how you do it! I know. Wow, beautiful. Wat zijn hier voor dingen op de grond? Kijk. Ja, goeie vraag. Krijtjes? Krijtjes? Oh, volgens mij hadden we deze paddenstoelen niet moeten eten voordat we gingen slapen op de bank. Oeh. Wow. Nice. Cool. This must be the squirrel's history. Oh. Deze squirrel die heeft zo lang zitten kijken naar kijk hier, al deze mooie dingetjes. Wij met onze hakken. Sorry. De graafmachines. Wait. En toen kregen we een kindje. Is that us? Ik vond ze ook niet leuk. Kijk, dit was toen die ene keer toen ze die wc-rol hadden gejat, weet je nog? Kijk, ze gaan, joh. Dit ziet er wel vet mooi uit. En hoe ze alle borstels en alle vorken en tandenborstel en de bril meenamen. Oh, jij bent alweer weg. Ja, joh, ik heb hier geen tijd voor. Oké, want je wil snel scheiden. Nee, ik wil dit doen. Oeh, wie viel natuurlijk weer bijna af? Hey. Hoezo? Hoezo? Hoezo haal ik het nou weer niet? Zo, val ik er nou... Laat me erin. Yeah. Laat me erin, laat me erin, laat me erin, laat me erin, laat me erin. Ja, dit gaat... Gaat goed. Hey, yo! Wat is dat? Wat is dat? Oh, ik ging er dood van. Ik zit er nu op. Kom erop, kom erop. Ja, ik was nog even aan het space in deze tunnel. What the heck is that? Ja, goeie vraag. Right, nature boy. What do you call this? The giant fish. Giant fish? Nou ja, yeah, like he's not wrong. Kind of catfish. And how does that help us now? Well, catfish aren't dangerous. He's big enough to eat us. No. I'm getting a good vibe from this guy. I'm getting a good vibe from this guy. No. It's just swimming. It's what fish do. It's what fish do. Stay on its back. Oké, niet eraf. Waarom valt eraf. Waarom heb jij zoveel vertrouwen in deze enge vis? Ja. Geen idee. Ziet er cool uit. Ah, hij is ook wel friendly. Het doet niks. Hij maakt ook wel mooie geluidjes. Oké, dat is cute. Hij mag wel iets stabieler zwemmen voor mij, hoor. Hoeft niet dit. Ga op zijn kop. Ik denk dat die kop wel gewoon recht blijft. Ja, zegt hij. Hoor je dat? Kijk nou, wat wazig. Wat is dit hier? Ja, die paddenstoelen die we niet hadden moeten eten. Toen gingen we van dit soort vissen zien. Waarom krijg ik droomvlucht-vibes? Ja, die snap ik, ja. Dat vind ik wel een leuke attractie trouwens, de droomvlucht. Al 20 jaar niet in geweest, maar toen, 20 jaar geleden, vond ik hem leuk. Dat vast nog steeds hetzelfde zijn, toch? Oké. Oh. Can you, Cody?
my god! Damn you, Cody! Allemaal is mijn schuld. Hey, jij zou die vis moeten trouwen. Hey, we zitten zeker alweer 2,5 uur, of niet? I am getting twee really uur. Tired of falling. Mijn oren beginnen zeer te doen. Oh ja? Yeah? Thanks, May. Okay, I'm in good shape in this world. Oh, I see. So you're saying I'm in bad shape in my real body? Oh, I didn't say that. May, I am made of clay. Could you run, jump, and fall like this in your real body? No. Exactly. So, enjoy it while it lasts. Yeah. Okay. Je hoeft er niet gemeen over te doen. Ik vind dat je er lief uitziet. Ik vind... Ik ga niet weer zo'n spel doen hoor, met jou. No. Hey, look. Shooting range. Okay. Hey, May, come here. Waar ben je? Je moet aan de andere kant zijn. Oh, jij zegt kom hier. Oké, dan kom ik hier. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Schieten. Maar wat? Geen idee. Oké. Okay. Get ready to lose. I'm aiming to win. So am I. Wat moet je schieten? Ik weet het niet. Smoking gun. I'm trigger happy. Oh, je moet wel langer inhouden voor. Almost. Oké. Okay. Get it. He's away. I know how to handle a plunger. Wasted plunger. Watch and learn. Yeah, he's up. Oh, er zit hier gewoon één. No. Niks. Oh crap. Boring. Simple. Really? Ah, crappy, je hebt hem. Oké, okay, dit ga ik niet winnen, denk ik. Ik ben te langzaam. Oh, ik mis hem. Hey, ik mis hem. So close. Hey, right. Ga ik niet winnen, denk ik hoor. Nou, ze zijn er ook zoveel. I hate this game. Oké, je hebt het gewoon niet. I'm a sharp shooter. Wat een spel, zeg. Oh, niet nog een keer. Oeh. Oh. Je hebt het wel netjes gedaan. Dank u. Ging niet van hard, hoor. Moet ik bij jouw kant wezen? Weet ik niet. Dacht ik. Ik kom even naar jou toe. Wacht. Hey, waar ben je nou? Cody? Oh, daar. Hallo. 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 Daar ben ik. Daar ben ik. Yeah. That looks like an elevator over there. We have to cross over. Okay. Yeah. But that's a deep pit. Dat ziet er wel eens mooi uit. Volgens mij... Oh, nee. Ik haalde het weer net niet. Ik wilde zeggen, volgens mij zijn we bijna aan het einde van de boom. Zullen we anders, als we de boom uit zijn, er een einde aan breien? Ja, dan gaan we volgende keer verder. Vanaf dat. Oh. Gezondheid! Je bent lekker bezig vanavond, hè? Ja. Oef. Here I come! Zo. Hallo. Hoi. Where are we going? Maar ik vermoed zomaar dat er nog zo'n enorme wesp gaat komen. Ja, er komt nog een baas. Oh, nee, daar komt hij al. Nee, er komen er meer. Ik was nog niet eens begonnen en ik werd alweer gezaagd. Oh nee. Daarom haat ik wespen, hè. Oh, ik ben natuurlijk weer dood. Oh, guys. Ik ben er weer, hoor. Ik dashte mezelf weer af, volgens mij. Ik weet niet precies wat ik deed. Ah. Oh, jou hoor. Oh, ik werd ook geraakt. Ik word even het verschil niet meer zien tussen jouw popje en mijne. Ineens werkt mijn schieting ook niet meer. Nee, voor mij ook niet. Oeh, dash wel. Oh jee, oké, nu kunnen we weer schieten. Yeah, I can see it. Ik viel ernaast. Oh. Sorry, ik viel ernaast. Dit is niet Hey. Oh, ik was even helemaal geel.
beesten. Oh jee, zie jij wat ik zie? Er komt een hele zwerm van die wespen aan, volgens mij. Ja, dit kunnen wij wel. Oh nee! Oh. Oh, wow. What is this place? I don't know, but they look pretty angry. Yeah, they do. Ook die... Ja. Ew! Oh nee, die is wel schattig. Oh. Nope. Dit is niet schattig. Are you ready for this? I'm not sure. Yeah, stupid question. Oké, ik denk dat we moeten een pontje wezen. Nee, we moeten hem hier op die dingen lokken. Ja, die dingen, dat was het, ja. Ja. Nee, je moet het in dat gat gooien. Oh, dat was het, ja. Je moet hem in dat gat, want ik moet hem lokken op een gat. Oeh. Oké, wacht, ik lok hem naar dit gat. Oeh, dat was heel snel. Caramba, hij heeft me geraakt. Kun je hem niet raken als hij er overheen loopt? Waar is hij? Auw, dit beest is zo snel. Hoe ben je in dit spel? Nee. Nou ja, hij moet er echt op staan. Je moet hem echt pas raken op het moment dat hij er echt... is. Hier. Dat is te laat, hè? Nee, oké, ik was niet handig. Hoe gaan we dit doen? Als hij daar staat, dan kan ik hem niet meer raken. Hey, zo. Oh, oké. Oké. Ah, hij is boos! Oh, nee! Oh, nee! Hoe vaak ben je al dood gegaan? Nog in één keer. Hoezo? Oké, mik op dit ding. Ik lok hem hier naartoe. Ja. Doe het! Te laat! Oh, nee, net op tijd. Nee, hij was perfect. Oh, ik zat niet te kijken. Hij is weer boos. Joh, wat zou jij zijn? Oh, nee. Zullen we hier naartoe doen? Ja, is goed. Oh, nee. Lock it. Hoi. Guys. Stommige spring, hou op met stommige spring. Wow. Jij moet hem echt lokken, denk ik. Ja, jij moet gewoon mikken op dat ding. Ja. Ai, maar dan moet hij niet op mij afkomen. Hey, stom beest. Ga weg. Ga naar Cody. Got it. Komt er weer. Oh nee. Oh, wat was je nou? Oké, ik probeer te blijven leven. Want anders moeten we weer opnieuw beginnen. Oh, net niet. Oh, nou daar wel. Ja? Wat? Oh, ik was te laat. Dax. Ja. Kijk, daar komt hij hoor. Lekker. Bye. Goed zo. Wait. Don't kill me. I'm just a beetle. Ja, ga je nou zielig doen, hè? So why are you on their side? I'm a mercenary. I fight for anyone who pays me food and shelter. What food? Huh? Worms? Slugs? Larvae? No, I'm a vegetarian and gluten-free. I get paid nectar. Oh, okay. Well, you know the queen? She has all the nectar. So if you help the us negotiator. Take her down, you can have as much nectar as you want. I can? Yes, you can have it all. Oh, yummy.
What are we waiting for? Come on, jump on! Yeah, let's go. Yeah. Toch wel een cute beest dus, hè? We moeten even samenwerken. Ik moet springen. Ik moet schieten. Jij kan naar rechts sturen volgens mij. Oh, jij moet schieten. Ik moet sturen, jij moet schieten. Leuk toren, yummy. Oké. En hij springt uit zichzelf? Nee, dat moet ik. Dat doe ik. Oh, dat doe jij. Oh, oh, sorry. Ja. Oh, nee. Deze keer sprong ik niet. Sorry hoor. Oké. Dat was om te laten zien dat je echt zelf sprong. Ja. Dat is precies waarom ik dat deed. Niet omdat ik gewoon niet goed druk hoor. Hey, nu drukte ik! Ik drukte! Nou, blijkbaar niet. Jij moet eerder drukken, denk ik. Ik denk namelijk elke keer dat hij het niet haalt. Nectar! Ja, oké. Je haalt het wel. Ik moet gewoon eerder springen. Maar hij vliegt ook nog een stukje op het einde. Okay, ik schiet deze dingen weer uit de lucht. Ik zal het nu goed doen. Kijk, zie je? Kan het wel. Is dat nectar? Nee, dat is zeker geen nectar, vriend. Rechts. Nee, dat was niet! Dat was mis! Nee, sorry. Ik had hem. Hey, you better not get us killed if you want that nectar! Nou. Ja, wat? Nectar! No! Still no! Nectar! Nice one, mate! Kijk hem gaan hoor. En jump! Oei, ik was te laat. Onze vriend is nu geraakt. Zo, hij leeft niet echt lang meer. Hey, dat is toch voor mij. Oh, we hebben het gehad. I believe! Kijk eens gaan. Oh, je komt zo terug. Arme beest. I don't like this. Oh. Is een nectar dan. Oh, zielig. Blijf wat nectar achter hem aan. Oh nee. Intruders, how dare you challenge the queen? You challenge our queen! Listen, we know you're not the real queen. Yeah, you're a robot. Liars! Liars! She's a supreme wasp queen. Exactly. Fake news. Fake news. Het is echt. Oké, ga jij weer... Juist. Oh, kan je die wisp eerst doen? Probeer je die al. Want kijk, ze vallen mij namelijk aan. Ik ben hartstikke dood. Kijk, dan kunnen we die even wegdoen, dat scheelt. Ik heb al wat van die smurrie op z'n rug gedaan. Oh, wacht, ja, oh, dan moest ik hier langs, hè? Maar... Oké, wacht. Ik ga meteen nog een keer daarheen, want ze ging helemaal met me meedraaien. Daardoor kon ik niet meer terug. Kijk, nu wel. Ik heb haar geraakt. Lekker. Ik doe hier naar de voorkant. Dat is wat makkelijker. Maar kan dat ook? Zo, sorry voor de snuf. Werkte dat ook dan aan de voorkant? Ja, juist. Dat werkt aan de voorkant. Maar je moet wel opschieten. Want als zodra die... Oh,
Oi, oi, oi. Yeah. Oh, wacht. Blijf leven, blijf leven. Ik heb verder niets aan gehad. Alles in de fik. Gezondheid. Oh, arme jij. Oké, ik ben er weer. Oké. Sorry, we gaan eerst die wespen doen. Want anders gaan die ervoor staan namelijk. Ja, dat is... En nu pakken we dat kruis daarboven. Nee, ik ben weer dood. Oh my, ik ben weer dood. Hoe kun je zo vaak dood gaan dan? Ja, omdat ik heel goed ben. Ik moet helemaal van huilen, joh. Omdat die wespen mij de hele tijd moeten hebben. Daar is toch die vierkantje knop voor? Ja, dat probeer ik, maar ik ben niet snel genoeg. Oké, nu heeft ze chest. Ja, goed bezig. Zo. Ja? Oh, au. Ik ben weer dood. Ik ben alweer dood. Lekker. Nee, ik ben er weer. Kijk, het vliegtuig. Oh nee, ga weg. Oh nee. Let nou op. Ja, weet ik. Mijn controller deed nog niks. Oh my god! Ik ben zo goed. Oké, nou deze raakte mij dan ook. Oké, nee, dit gaat beter. Oké. Meteen alweer in de aanval. Een seconde kunnen we verliezen, joh, met deze rotbeesten. Oké, ik heb hier in ieder geval wat van die spul gedaan. Ik probeer die wespen. Heb je aan de achterkant? Ja. Oh, ik raakte hem. Ik heb het nu ook hier op die dingen gedaan. Ja? Hoi. Kom, we gaan weer op dat ding. Ja. Ik probeer het, maar ze draait met me mee. Misschien moeten we allebei een andere kant op draaien. Oké, wacht. Ik ga erop. Oei. Oké. Dat was wel fout. Oh, nee. Oh, doe het. Ja! Goed bezig. Ik heb een gedeelte geraakt. Oh. Gaan we weer. We worden gesissard. I don't wanna be sissard. Nee. I will survive. Nee. Ik ben dood! Oh man. Wow, opperste concentratie. Ja, maar echt hè? Ja hoor. Oké. We did it. Meteen verder in actie. Ik heb hier een hele blok. Ik heb het geraakt. De hele blok. Oké, er moet zo meteen een hele blok op de achterkant van deze wesp. Dat is de enige manier hoe we de achterkant van het schild kapot kunnen krijgen. Ja, ik heb er wel wat op gedaan. Ja? Oké, dan ga ik er ook op. Hoppa. Lekker! Goed bezig. Natuurlijk hebben we er heel boos gemaakt, ik snap wel waarom. Kijk, we op dat ding moeten we schieten, op die ketting. Oké. Spring! Ah, dat is wat me heel te raakt. Ai. Oh, wel moeilijk om te sturen en... Ik blijf schieten op die ketting hoor. Goed zo. Oh, wat een gevecht jongen. Dit is pas een episch gevecht.
Oh, zo'n dikke slijmbubbel heb je gemaakt. Ja hoor. Got it. Ja, lekker. Bijna. We hebben er bijna. We hebben er bijna. Oh, ik kan er niet bij. Ik kan er niet bij. Bam. Lekker. High five. High five. Oh. Oeh. Man. I am the Wasp Queen. Jongens. She's actually really furry and sweet. Yeah. So cute! No, I am the Wasp Queen! No, I told you, see? It's a robot. It's a robot! It's Bumblebee! No, wait! Don't hurt me! Oh, she's leaving. It's Nectar! She's kept Nectar for us! Oh, don't take my Nectar! Don't take my Nectar! Oh, die arme bij. Die kleine vleugeltjes. Slopen alles. Ah, we hadden een missie, toch? Are you okay? I have nothing to live for now. I'm no longer a wasp queen. What's the point if you can't be special? Oh. But you are special. You are one of the noblest pollinators in nature. I am? Yeah, of course. Bees pollinate crops that feed 90% of the human population. Without you guys, humans would just die. He's right. Really? So I am special? No! You're a traitor. You two, why haven't you killed the traitor? She helped save us. Yeah, I'm special. Yeah, and all the wasps have gone. I mean, we don't need to kill her, do we? Huh? Oh, so you're on the same team now? Shoot them all! Nou ja. Zijn niet heel goed in schieten, dat scheelt dan weer. Zo veel zijn groot. Zijn net van die stormtroopers. Maar wij kunnen ook niet dood, het scheelt. Good luck, wat? Hey, we just saved your furry ass! Come on, Cody! Over here! Wat een stinkbij! Ja, de onderbroeken vliegtuig! Nou, this is a plane. We gaan de. We gaan de boom uit! Where's the gas? Oké. We kunnen niet snel lopen, dat scheelt. Hold your fire! Man the cannons! I want air coverage! Cold nuts! Hunt them down! Go, go, go! Deze squirrels zijn niet cute! Oké, ik ben weer van de fire. You see? Never underestimate my underwear! Oh, ik kan ook achter me schieten. En voor me. Focus on flying! Alright, I'm revving it! Oké, ik heb dit in ieder geval open voor je. Oké, jongens, epische gevecht deel 15. Heel goed! Hoe vaak moet je daar schieten? Oh, okay. Yeah, no kidding! What kind of explosive acorns did they put in that thing? Yeah, die kant gaan we op. Okay. I guess. Ik heb niet veel meer knopjes aan de boven. Oh, jawel! Oh, pas hier precies tussen daar. Yes. Boom. Super boost heb ik. Dat is een super boom. Ook. Oh jee. Heb je boost? Hey. Nice. Tuurlijk. No problem. Hey, die gasten man. Ja. Oké, ik ga ze wel langs het neerschieten. Keep it steady, Cody. Keep it steady. I'm trying. Just go straight. All right. Nou, pak ze. Go faster. Yeah, I'm maxed out. All right, well, don't
brain! You're distracting me! Just take him down! Oei, 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 sorry hoor. Behind us! Evasive maneuver! Ze komen echt en van achter en van voor moet ik dus... dat tumbleweed ding raken. Tumbleweed? Yo, heet dat dit? Dat is het. We got more trouble ahead! Nee. Uh-oh. Oh, wat? Oh. Maak je geen zorgen. Ontwijzen. Welke wil je? Maakt niet uit, iemand. Oké, rechtsboven dan. Is hij goed genoeg? Prima. Oké, nice. Oh, komen ze weer. How hard are the ones in the back, Cody? Cody Squirrel! Heb je hem geraakt? Ja, allemaal, want het is ver. Hey. Bezig! Oh, oh. Escalating quickly! Facebook. Wanneer hebben ze de tijd gehad om dit allemaal te bouwen, joh? Ja, en waarvoor? Waren ze hier al op voorbereid? Ja, ze hebben hier echt eeuwen over na te denken. Dit was een masterplan. Oké. We zijn bijna uit de boom. We zijn er bijna uit. Ja hoor. Daar komt ie! Oh nee. Nou hebben we dit weer. En dit gebeurt allemaal in een boom. Ja joh. I can't wait to kick your furry ass. Kom maar op. Kom maar op. I got this. Oh nice! Mortal Kombat! Wap! Wap! Finish him! Hey! Hey, how's it going up there? Ja, ik was goed in Mortal Kombat, ja. Oké! Pak hem. Blok. Oh, kijk hem. Special moves, alles. Kom op. Mee, wat is dit nu? Onder naar voren, vierkantje. Ja, ik weet niet hoe ik spring. Oké, nee, wacht. Dit wordt even een keer over. Ja, ik was goed in Mortal Kombat, hoor, zeg ik dan. Hoe spring ik? Ga als je omhoog, denk ik. Ik weet kick en punch. Doe eens naar onder naar voren en dan punch. Oh, gewoon, gewoon zoals je altijd springt. Bam, bam. Ondertussen bestuur ik nog steeds het vliegtuig. Ja, ondertussen zit ik even hier te vechten met de chief. Hij kan zelfs de boost nog gebruiken. Ah, die stinkstaart. Pak hem. Voordat hij weer zijn special doet. Finish him! Oh, kijk hem aan! Dit spel! Geniaal! Nice! Hey, maar één ding is... We zijn de boom uit. Soort van. Dankzij je onderbroek. Uh-oh. Nope. Uh-oh. Welcome! Ja, Oké, okay, wacht. Beetje naar rechts? Nee, dat gaat goed. Beetje naar links? Ja, thanks, Teddy. Ja, je hebt goed gevlogen. Dank je, je hebt goed gevochten. Thanks. Oh, terug. Niet te hard. Gaat goed. Ja. Hey! Bezig, teamwork. Ja, dit is mooi. Het is weer naar links inderdaad. Iets is terug. Oh, heel hard naar links. Oh, daar is mijn fiets. You think the squirrels would be mad about the plane? Well, they shouldn't have stolen from us in the first place. Ja. Ja, maar zo'n eigen onderbroek. The squirrel the same way again. Gaat het? Oké. Ja, we made it. Kijk eens. Zo goed zijn wij. Kijk nou. Hoppa. Hang on! Hey! There's the shed! Oh, and our house! Aim for Rose's room! Wel een mooie tuin. The window's open! Wel, hè? Ja. Oeh, dat ging over net goed.
Zag je dat? Ja. Oké, we moeten het raam raken, toch? Ja, we gaan daar naar binnen. Hey! Kijk, we did it. And who's still there? It's me! Mommy, look who I found, Moon Baboon. Remember him? Mom heeft een burn-out op de bank. Oh. Do you have that headache again? Yep. Okay. I won't bother you. But when you feel better, maybe we can play with Moon Baboon again. And all the other space toys you got for me. We haven't played with them in a long time. Oh, and I talked to Dad. I think he wants you two to become friends again. Talked to Dad. Ja, die, ja, nou ja, ze heeft tegen hem gepraat. Yeah, true. Kind is gewoon gewend dat die ouders niet reageren. Het is gewoon de normaalste zaak van de wereld dit. Nou oké, okay, dan toch niet. Zeg toch niks. Ja, het is wel sneu. Tot één. Moon Baboon. Stupid Moon Baboon. Stinkaap. Ja. Ja, daar komen we hoor. Hatsa. Oeps. Ah, goed genoeg. That is the last time I'm flying by the seat of your pants. Oh, haha, you're a real comedian, you know that? Thank you. Look, there she is. Oh, I miss her. Do you think she's okay? Well, she looks fine. I mean, she's playing like nothing happened. Thank goodness. Let's go and talk to her. Yeah, but we should be careful. We don't want to scare her. Are you saying I'm too harsh with her? No. Zet mijn, I meant she might get scared when she sees us. Af. I mean, look at us. We've turned into a couple of dolls. Mijn oren beginnen echt te groeien. Nee, je mist het boek. Oh nee, wacht. Dat moet ik wel horen. Can you talk to her without fighting each other? Of course we can. Rose isn't the problem. Voor iedereen die inmiddels moet slapen of gaat. Wij gaan ook zo afsluiten hoor. Dus we gaan niet... Je mist waarschijnlijk niks. And are we gonna let him? Wel trusten. No. Tot de volgende keer. Wait. What if we can't make Rose cry? We have to. Or we'll be stuck like this forever. But she hardly ever cries. Yeah, I know. Look, we'll figure something out. Kijk, zo eng. Okay? But just... We really need those tears. And the bigger the better. Dus die aap natuurlijk. Okay. Hey, maar... Yes, we zijn uit de boom. We zijn de boom uit. We gaan hem weer opslaan. Gaan we hier volgende keer verder. Dat lijkt mij een goed idee. Sla jij hem op? Nee, want jij bent de game gestart, hè. Dus jij moet hem opslaan. En volgens mij doet hij dat automatisch. Volgens mij kun je volgende keer gewoon resume doen. Oh, oké, nice. Nou, dan gaan we terug naar het volledige scherm. Leuk, hè? Oh, dan kan je Rick niet meer horen. Oh, maar je mag wel even hier komen. Oh, oké. Dan kan je hier er gezellig bij. Dat kan wel. Kijk. Zo. Dat was van een game, hè? Maar het is wel echt een leuk spel, hè? We gaan volgende keer dus weer verder. Dan gaan we gewoon elke keer verder ermee spelen. Maar wanneer gaan we weer verder? Gaan we morgenavond verder? Oké, nou misschien gaan we morgenavond wel verder. Maar dan zie je het vanzelf wel voorbij komen. Als je eens even abonneert op het kanaal, dan krijg je het vanzelf mee. Ik zit te luisteren, mijn muziek staat echt vet hard. Horen jullie mijn muziek ook vet hard? Ja, waarschijnlijk hoor jij die alleen. Ja, maar het is wel raar. Normaal hoor ik hem niet zo vet hard. Voordat iedereen nu vet hard mijn muziek hoort. Hij staat wel op muziek zacht hoor. Ik... Oh joh, het is niet belangrijk. Als jullie maar niet vet hard horen. Je kunt ook je kop afdoen natuurlijk. Ja, dat kan. Ja. Wisten jullie dat Marissa dezelfde dag jarig is als Rachel van Friends? Nee, dat wist ik niet. Maar is in de serie? Of ja, of Jennifer Aniston zelf.
Leuk spel weer, maar jullie maken het leuker. Ah, oh, dat is lief. Dankjewel trouwens weer Annelien voor de hele avond moderaten. Ik hoop dat je het leuk vond. En super bedankt. Mensen in de chat waarderen het waarschijnlijk heel erg. Gaan jullie ook echt scheiden? Nee, natuurlijk niet. Maar in de game wel natuurlijk. Dus vandaar dat de titel ook is. Want we gaan scheiden in de game. Dus we moeten het proberen te fixen. Ik heb nu twee dingen door elkaar heen. En muziek. En oh wow, kijk hoe mijn haar zit. Van die koptelefoon. Dat nou, daarom wil je hem niet afdoen. Nou, daarom wil ik hem nooit afdoen. Kijk, het gaat altijd helemaal zo plakken aan mijn gezicht. En dan helemaal zo bol staan. Nee, we gaan niet echt scheiden hoor. Maak je maar niet druk. Nee, ik kan morgen niet. Dus doe maar zaterdag. Oh, Floria, speciaal voor jou. Annelien kan ook niet morgen. Oh, oké. Okay. Nou, anders dan zouden we het gewoon elke donderdag kunnen doen. Oh, maar dan wel weer heel lang voordat we verder kunnen. Dan kijken we even. Dus abonneer maar gewoon. En dan krijg je vanzelf wel een melding als we weer gaan spelen. Maar dan zal het in ieder geval gewoon weer onszelfde tijdstip op hetzelfde kanaal worden. Hetzelfde tijd, hetzelfde zender. Ja, dus. Alleen een andere dag. Maar wil je het niet missen, abonneer dan in ieder geval inderdaad eventjes op dit kanaal. En druk dus op het belletje, want dan krijg je zelf de melding als we live gaan. Dus dan mis je het ook gewoon nooit meer. En vandaag hadden we hem trouwens al iets eerder aangezet. Hadden we echt al vanmiddag hem al aangezet, dus dan kon je in ieder geval vast een herinnering zetten. Dus dan kunnen we dat de volgende keer ook doen. Dat maakt het wat handiger. Yep. Oh, iemand had een hamstertje, die is in slaap gevallen. Terwijl ze dit aan het kijken waren, ze hadden met een hamstertje aan het knippen. Maar hij werd gedelete door Streamlabs, maar niemand weet waarom. Dat is wel hoofdletters voor. Te veel hartjes. Maar dat is wel raar, want dat heb ik uitgezet. Oh, oké. Okay, dus daar moeten we ik ook wel even naar kijken. Oké, okay, daar moeten we ook even naar kijken. Dat is irritant. Het spel is leuk. Krejacik is leuker. Maar Krejacik die het spel speelt, is het allerleukst. Nou, dat is lief, Krejacik. Dat is een mooie om mee af te sluiten. Ik zag Rick's huwelijksaanzoek en ik dacht, is Maries nu met iemand anders getrouwd? Maar het bleek Rick te zijn. Ik ben Rick. Ik ben nog steeds met dezelfde Rick getrouwd. Hij is alleen wat ouder geworden. Ietsjes maar. En mijn haar is iets korter. En meer van klei. Nou, ik ga weer. Nee, is een grapje. Is een grapje. Jullie hebben net zwermen, wespen doodgemaakt. En toch zijn de eekhoorns niet tevreden. Wat een ondankbare wezens. Ja, maar echt toch? Ja, die snap ik ook niet helemaal hoor. Ja, alleen omdat we die bijen hadden gered die erin zat. Ja, ik denk het. Die moesten we doodmaken. Oh, ik had te veel hartjes gebruikt. Ja, dat mag blijkbaar niet. Maar soms wel, maar soms niet. Kijk maar, want bij deze, bij Jasmine de Doei, met alle hartjes, daar kan het wel gewoon. Dus. Ja, ik snap. Rick, wat heb je een leuk shirt aan? Heeft Maris dat uitgezocht? Welke heb je aan? Ja, die heb ik gekocht. Hoe moet je daarna kijken dan? Volgens mij koop ik al jouw kleding inderdaad. Ja. Maar niet zo heel vaak koop ik jouw kleding. Maar als ik het zelf ook niet doe, moet ik het wel doen. Want anders dan doet niemand het. Oké, okay, volgende vraag. Volgende vraag. Ja, we gaan wel zo afsluiten hoor. Maar voor alle mensen die... Er zitten nog steeds 329 mensen te kijken. Dat is lief. Ja. Ja, die doet het trouwens niet. Oh. Die deed het de hele avond niet. Daar kon ik niet. Maar in het begin waren er 1200 mensen aan het kijken. En het grootste gedeelte van de stream was rond 700. Dus jullie hebben echt lang met z'n allen gekeken. Ja? Echt superleuk. Leuk. Ja, ik snap dat aan het eind dat mensen echt even moeten gaan slapen. Jullie zijn echt mee en Cody. Ja, hè? We kunnen ons ook wel vinden in de karakters, hoor. Daarom vinden we dit spel ook heel mooi. Dat toen we dat vorige keer aan het spelen waren, dat konden we ons er ook echt zo in vinden. Dat Rick ook elke keer zegt, you don't know me. Maar echt heel mooi. Echt heel leuk vind ik dat. Maar ik denk dat elk getrouwd stel zich op zich wel kan vinden in deze personages. Ja, want het zijn wel echt gewoon typerend getrouwd stel dingen. Oké, maar wij gaan stoppen. Lieve mensen, ik wens jullie allemaal een hele fijne avond. Dank jullie wel voor het kijken. En alle gezellige reacties en de hartjes en de donaties. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan gaan we binnenkort weer verder. Maar ik laat dus nog weten of dat morgen wordt of zaterdag. Dit het was wel verschijnen. Abonneer! Nog voor de laatste keer, want deze animatie is nieuw, dus tof, dus moeten we veel laten zien. Abonneer en dan wens ik jullie allemaal slaap lekker en tot snel weer. Doei!